Oké, laten we de demo gaan we doen. De demo wordt eigenlijk opgedeeld in een aantal, aantal delen. We gaan virtualisatie laten zien. Ik ga laten zien hoe je eigenlijk de eerste stap die ik ga laten zien is hoe ga ik nu eigenlijk een compute node, zeg maar, die als virtualisatieserver gebruikt gaat worden. Hoe ga ik die opnemen in de F-stack? Ik ga laten zien dat doe ik met een format. Ik ga zo even laten kijken. Teken ik heel even kort, zeg maar, hoe functioneel het in elkaar steekt. En op het moment dat de compute node, zeg maar, toegevoegd is aan de F-stack, ga ik door het Horizon dashboard. Misschien voor degene die al met F-stack of met OpenStack gewerkt hebben al bekend. Dan zal ik, ga ik daar doorheen lopen. En daarnaast zal ik na de virtualisatie zal ik ook storage doen. Alleen ja, storage is qua demonstratie niet zo heel veel aan te zien. Alleen ik zal het conceptueel uitleggen, zeg maar, hoe de Ceph storage, hoe die in elkaar steekt. En van hoe dat dan werkt en hoe dat dan in relatie staat tot de F-stack. Nou, daarna zal Ivo een stukje networking op zich nemen. Die zal daarna de opvolging geven. Kijken we even misschien dat we daar tussenin nog ergens een 5 minuten pauze houden. En dan als laatste dan zal ik Red Hat Cloud Forms demonstreren. Daar ben ik meestal van gehoord, denk ik. En dat zal ik dan als laatste laten zien. En als we dat gehad hebben, dan ik denk dat we dan door de dag zijn, denk ik. Door de borrel. Ja. Ja. Als je kijkt naar, ik doe het even op deze. Het bord is schoon, maar ik doe het even op deze. Als je kijkt naar, naar de omgeving zoals, we die, zoals Ivo die ook op de presentatie heeft getoond, heb je eigenlijk een aantal blades, even een blade enclosure met in de demo omgeving zoals ze nu zitten er vier blades in. We hebben twee controlnodes. Controlnodes die zijn degene die eigenlijk de uitrol, zeg maar, op de F-stack beheren. En daarnaast heb ik vier storage nodes. Al het pouwtje van het netwerk, die hebben jullie al gezien, dus die staan al. Wat ik nu zal demonstreren is dat ik heb op de control node heb ik Foreman staan. Misschien voor degenen die met Red Hat werken, die zijn al bekend. Foreman is eigenlijk de deployment, de tool, zeg maar, van Red Hat om je OpenStack omgeving te kunnen deployen. Dus vandaar kun je aangeven, oké, deze fysieke node die gaat een bepaalde rol vervullen binnen OpenStack. Dus wat ik zal laten zien is hoe je vanuit Foreman eigenlijk zo'n compute node kunt deployen. En daarnaast zal ik ook even door Foreman heen gaan, zeg maar, wat je mee kan en hoe het in elkaar steekt. Daarnaast zal ik dan Horizon laten zien, dat is het management dashboard van OpenStack, wat je daar kunt laten zien. En daarna zal ik uitleggen hoe eigenlijk Ceph, want dat is denk ik dat er wel behoorlijk mensen van gehoord hebben, hoe dat conceptueel in elkaar steekt en hoe dat eigenlijk in relatie staat tot de F-stack. In basis is het zo dat alle images die eigenlijk gestart worden, zeg maar, binnen de F-stack, dat die eigenlijk vanaf het Ceph storage vandaan komen. Dus je maakt geen gebruik van storage, zeg maar, binnen die op de blade enclosure draaien. In principe alle configuraties die we gebruiken, zeg maar, die komen vanaf het Ceph storage. Maar goed, Ceph, daar kom ik straks op. Nou, ik ga eerst even op de control node ga ik inloggen en dan ga ik van daaruit de forming doen en dan ga ik op een van deze vier compute nodes ga ik dan OpenStack deployen. En bij OpenStack doe ik dan dat het de compute van OpenStack ga ik daarop uitrollen. Basis is het wel open source, hè? Ja, dat is gewoon FreeBSD. Ze maken dat in de basis. Heel erg basis. Ja, dat is gewoon wel open source. Ik
Ik kan Fedora installeren op de Mac. Dus. Oké, dit is, ik ben nu hier gewoon informen, dat is de deployment tool die eigenlijk binnen Red Hat wordt gebruikt voor het deployen van OpenStack. Ik hoorde straks al iets over Juju, had ik al gehoord, in de laatste Ubuntu. De Foreman moet je op datzelfde, op hetzelfde niveau plaatsen. Op het moment eigenlijk dat als je gaat kijken naar deze, naar dit dashboard, dan zie je eigenlijk van dat op dit moment dit de nodes zijn die eigenlijk zeg maar meedoen in het hele Foreman verhaal. Dus deze nodes heb ik ter beschikking om daar een bepaalde service op te kunnen deployen. Nou, dit geeft, is redelijk overzichtelijk, geeft aan zeg maar, welke host zeg maar, eigenlijk, zich ook netjes hebben aangemeld binnen Foreman. Er zijn op dit moment 5 stuks. Session expired, kun je hebben. Vanochtend ingelogd. Ja, precies. Kijk, dat is een beveiliging, hè? De wachtwoord gewoon een briefje. Zie je van geen admin? Zullen we geen admin, hè? Want dat had je misschien verwacht, admin en Red Hat, hoe is dat? En dat gebruiken wij. Zeg je, dat gebruiken jullie, ja, precies. Ja, precies. Dus op dit moment zie je dat dit zijn de nodes die gewoon actief zijn binnen de AppSec op dit moment. Je ziet de bovenste vier, dat zijn de compute nodes en ik heb 1 control node waar in principe op dit moment alle OpenStack services, dus Keystone draait erop, Cinder draait erop, Horizon Dashboard draait erop, dat zijn de services die daar draaien. En alle andere, dus de bovenste drie, de compute nodes, dat zijn eigenlijk gewoon de compute nodes waar de virtualisatie op draait. Bij Compute 4 zie je eigenlijk dat op dit moment er geen hostgroep is toegekend. Dus Compute 4 heeft zich wel aangemeld in de zin van oké, okay, ik ben beschikbaar, maar ik heb nog geen rol binnen OpenStack. En ik kan nu vanuit Foreman kan ik eigenlijk de rol van de compute node kan ik eigenlijk binnen Foreman gaan toekennen. Nou deze, als ik hierop klik, zeg maar, dan geeft hij eigenlijk aan een aantal metrics van de compute node. Dus dan kun je zien welke IP-adres heeft hij, in welke environment zit, dat doet mee in production, de hostarchitectuur kun je zien. En geeft eigenlijk een kort beeld van hoe de compute node ervoor staat. Ik ga hem editen en ik geef hem hier eigenlijk aan zeg maar, wat hij gaat doen. Oké, op dit moment heeft hij, staat voor de compute node 4 staat eigenlijk klaar dat hij als compute node gaat meedoen binnen OpenStack. Alleen die node die kijkt elke half uur van oké, okay, staat er iets klaar voor mij te wachten. Dus wat ik nu doe is eigenlijk ik trap even de puppet agent trap ik even af zodat hij gelijk gaat vragen van oké, okay, wat moet ik nou doen, zodat hij weet van oké, ik moet nou OpenStack gaan uitrollen, anders heb ik kans dat ik een half uur moet wachten, dus dat ga ik nu even forceren. Dus op dit moment trap ik even de puppet agent af en die gaat in de Foreman host kijken zeg maar, okay, wat staat er voor mij klaar. Normaal gesproken zal dit gewoon automatisch gaan uitvoeren. Ja. Dus hij is nu bezig om te kijken van, okay, wat moet ik gaan doen. Goed, als je kijkt naar het Foreman gedeelte, dan nou goed, dit is het dashboard waar ik al net op zat. De host is nu bezig om de OpenStack compute functionaliteit uit te rollen, dus die is nu op de achtergrond bezig van wat hij moet gaan doen. Dat is goed. Als je kijkt van binnen Foreman, ja, wat kan ik er allemaal mee doen? Als je kijkt naar de configuratie, wat vooral belangrijk is eigenlijk de hostgroeps.
De host groups zijn eigenlijk de hoofdfunctionaliteiten die je aan een fysieke node kunt toekennen. En binnen die host groups, daaronder zeg maar, zijn alle componenten eigenlijk die voor die host group noodzakelijk zijn daar ondergebracht. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de controller voor Neutron, die zal, als je daar naar kijkt welke componenten hij daarvoor nodig heeft. Zul je zien dat hij, dit zijn dat zie je aan deze kant, zie je Quickstart, zeg maar, Neutron en controller. Dat zijn de drie hoofdcomponenten die hij eigenlijk nodig heeft om de controller nodig te gaan uitrollen. Deze classes, zeg maar, die zijn ook weer onderverdeeld in, als je kijkt naar controller. Die zal bestaan uit, ik moet het Horizon dashboard uitrollen, ik moet Keystone installeren. Dus al die services, zeg maar, die je daarvoor nodig hebt, voor als controller nodig te fungeren, zitten in die class ondergebracht. Nou, als je kan kijken naar al die classes die er zijn, ik kan het hier laten zien. Ik pak even de... Je ziet hier dat al de classes er allemaal in zitten. Als ik even kijk naar... Dat was te snel, had ik. Snelle laptop, hè? Ja, dat houdt een beetje na. Volgens mij het verkeerde. En... Moet je rustig op de toetsenbord klikken, zie je al. Ja, hij is mij gewend. Zeg je, hij is mij, ja, precies. Dat betekent dat ik te langzaam ben of dat ik te snel ben? Ja, ik ben te snel. Hier kun je zien, zeg maar, in welke groeps deze class aanwezig is. Dus hij zit in, dat zie je aan deze kant. En als je kijkt naar de parameters, hier zitten alle parameters in die je eigenlijk nodig hebt om in dit geval Nova Network eigenlijk uit te rollen. Dus al deze configuraties die je eigenlijk, zeg maar, in deze puppet classes instelt, zijn al die configuraties die je eigenlijk nodig hebt om je OpenStack omgeving eigenlijk te deployen. En dat zijn allemaal parameters die we eigenlijk voor een deel, zeg maar, kunnen we die, zeg maar, zijn die instelbaar als we een NFStack gaan installeren. Maar het grootste deel van de parameters zijn al voor geconfigureerd om op basis van de NFStack te kunnen functioneren. Oké, dat is zover ik voor me. Ik denk dat voorlopig voor nu, zeg maar, de lading dekt. Ik weet niet of iemand dan even vragen heeft. Ik ga dan natuurlijk verder, maar ik wil even dit onderdeel, zeg maar, van voor me even afsluiten. Ik weet niet of dat voor de rest duidelijk is. Wat het doet en waar je het voor gebruikt. Ja, je zult zien dat... Het lastige idee is dat in de open source land de dashboard allemaal niet zo super sexy zijn, zeg maar, als je misschien gewend bent in de Microsoft land. Maar dat is gewoon, ja, dat is gewoon inderdaad de efficiëntie waarmee die tools zijn ontwikkeld. En ook met de helderheid waarmee je de dashboards kunt gebruiken. Dat is wel een duidelijk verschil als je het vergelijkt met een VMware of met een Microsoft. Maar goed, alle ballast die je niet nodig hebt, die staat ook in die zin niet op. We zijn een command line gewend, toch? Wat zeg je? We zijn een command line. Ja, daarom. Dus je bent al blij dat je een dashboard hebt. Ja, precies. Okay. Schakel ik even over naar het dashboard van Horizon. Het Horizon dashboard is eigenlijk bedoeld voor de opgestekte resources die je ter beschikking hebt om die eigenlijk te managen.
Er zullen wellicht al een aantal van jullie zijn die eigenlijk al deze hebben gebruikt. Maar wat belangrijk eigenlijk is, en ik had toevallig net de discussie met jou, dat je binnen OpenStack eigenlijk projecten kunt creëren. Dus je kunt eigenlijk op je bestaande infrastructuur. Ik ga zeggen, moet je een belangrijk blaadje lezen. Je geheugen. Is het ook jouw blaadje of niet? Nee, dat is niet. Oh, oké. Okay. En je hebt er ook over een blaadje? Ja, ik heb een overal blaadje. Er staan op de post-its. Mooi in je computer hangen, hè? Ja, precies. Dat je eigenlijk over de resource die je eigenlijk ter beschikking hebt, dat je daar projecten overheen kunt leggen. Nou, wat staat voor ervan, is dat de projecten afzonderlijk van elkaar functioneren eigenlijk. Dus als iemand recht heeft op project A, heeft hij de beschikking over een x-aantal virtuele CPU's, heeft hij de beschikking over een x-aantal gigabyte geheugen, heeft hij de beschikking over een x-aantal beschikking over storage. En die resources, die eigenlijk in totaliteit natuurlijk jouw DF-stick is, die kun je eigenlijk per project eigenlijk toewijzen. Dus je kunt zeggen van, ik heb één project nodig specifiek voor development. Nou ja, ik wil die mannen niet, die moeten gewoon zelf aan de slag kunnen, maar die moeten niet mijn hele hardware gaan verbruiken. Dan kun je zeg maar binnen OpenStack zeg maar een project aanmaken, waarin de developers noem ik maar even, dat die daarin kunnen werken en dat ze alleen maar een x-aantal virtuele CPU's en een aantal geheugen ter beschikking hebben. En als ze dan 1, 3 of 10 virtuele machines starten, maakt eigenlijk niet uit. De limiet zit hem in de resources die je eigenlijk op projectniveau eigenlijk toekent. Natuurlijk in totaliteit zit er natuurlijk een limiet aan, dus je kunt natuurlijk niet oneindig de projecten toe gaan kennen, maar op die manier kun je wel zeg maar, de fysieke laag die eronder zit eigenlijk verdelen in een aantal projecten. Je kunt ook, stel dat je hebt F-stack A en je wil een tweede F-stack daarna zetten, dan kun je ook twee F-stack omgevingen eigenlijk creëren, maar die in principe op het bovenste niveau gewoon beheerd worden. Dus dan zou je kunnen zeggen van ik heb een zone waarin ik behoefte heb om de hypervisor bij wijze van spreken van Hyper-V te gebruiken. Dat is zone A. En ik heb een tweede zone nodig die ik bijvoorbeeld nodig heb voor, om KVM te draaien. Dat is dan de andere zone, maar op het bovenliggende niveau, dus op het Horizon Dashboard niveau, kun je beide omgevingen dan ook managen. Dus dat maakt het mogelijk dat je dus de F-stack met verschillende hypervisors zou kunnen uitbreiden binnen je organisatie. In principe zie je hier het overzicht van de resources die beschikbaar zijn. En je ziet op dit moment ook dat Compute 4, zeg maar, die ik net heb afgetrapt, zeg maar, in de zin van oké, jij gaat meedoen als compute node, zie je ook dat die zich nou heeft aangemeld binnen OpenStack. Dus op dit moment heb ik mijn fysieke node gedeployed en ik kan hem gewoon gaan gebruiken om als compute node mee te doen. Dus ik kan daar ook virtuele machines op gaan deployen. Dus op die manier zie je eigenlijk van, als ik het heel even kort samenvat, ik voeg een blade toe, schuif ik in track. Hij meldt zich aan, zeg maar, via een pixieboot krijgt hij een minimale configuratie, zodat hij zich aan kan melden binnen Foreman. Nou, op het moment dat ik zie dat hij zich aangemeld heeft, ik geef hem een rol in OpenStack, en ik heb mijn capaciteit eigenlijk uitgebreid. Dus dat geeft de uitbreiding van je resources en de rol die zo'n fysieke node zeg maar, in de stack krijgt, heb je eigenlijk binnen een x-aantal minuten zeg maar, heb je resources uitgebreid. Je ziet, ik heb niks veranderd aan OpenStack. Ik heb geen commando. Ja, ik heb alleen de rol toegekend aan die fysieke nodes, maar voor de rest heb ik niks gedaan. En hij doet gewoon mee in het OpenStack verhaal. En dat is vooral denk ik ook de kracht van OpenStack, dat het op die manier gewoon enorm flexibel en gewoon enorm schaalbaar is. Hè, zonder gigantisch veel dingen te wijzen. Misschien wel leuk om te melden is dat de compute nodes in dit geval geen gebruik maken van de eigen harde schijven. Dus die moeten ook gewoon van het netwerk. Ervoor gezorgd dat we daar in dat opzicht de kosten laag houden zeg maar, per compute nodig. En dat als het nodig is, kunnen we ook gewoon zonder problemen, net zoals ik had laten zien, zeg maar, zou je ook gewoon zo'n blade kunnen vervangen of je kunt uitbreiden. En dat is vrij snel te realiseren.
Ja, je ziet eigenlijk dat de computer nou een keer hartstikke snel uitgerold is. Want ja, ik denk dat binnen 15 minuten ongeveer zal het geweest zijn dat hij er al is. Dus het gaat echt razendsnel. En dat is ook wel een duidelijk verschil als het type hardware wat je eronder kiest. Hardware in combinatie met networking en de apparatuur die eronder zit. En dat zorgt natuurlijk wel voor, zeg maar, als je dan kijkt naar het design van F-Stack in combinatie of met Cisco. Dat daar natuurlijk wel een groot voordeel in zit in de snelheid waarmee zo'n omgeving in de lucht komt en de snelheid waarmee je je resources ter beschikking hebt. Dus je kunt je voorstellen als het netwerk gewoon een veel lagere capaciteit heeft, dat ook de deployment van dat soort toepassingen gewoon langer duurt. Als je kijkt naar de volumes die ik dan eigenlijk binnen de configuratie beschikbaar heb, dan zie je eigenlijk dat ik als ik als type CEF heb, dus dat is eigenlijk het storage wat we eigenlijk gebruiken. En dat is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de storage nodes, dat zijn deze. Dat draait op alle vier draait eigenlijk CEF op. En die vier gezamenlijk vormen eigenlijk mijn volumes die ik eigenlijk binnen F-Stack gebruik. CEF is een puur command line gebaseerde oplossing. Dus, in die zin niet super sexy om dat nou te demonstreren, maar ik ga het wel even uitleggen van hoe het conceptueel in elkaar steekt. Ja, het is mijn laptop, hè? Nee. Naar beneden, denk ik. Dit aan mij. Ah, kijk, hartstikke mooi. Dat is iets mijn laptop. Sef, ik weet niet wie van jullie kent Sef. Ik heb net al een paar mensen gehoord. Jij had het volgens mij, er zijn al een aantal mensen die Sef wel kennen. Het grote voordeel van Sef eigenlijk ten opzichte van andere software-defined storage oplossingen, er zijn natuurlijk meerdere, is dat eigenlijk zelf verschillende type storages kan aanbieden vanuit één en dezelfde oplossing. Dat is denk ik vooral de kracht van CEF, los van de techniek die ze gebruiken. Dus je kunt eigenlijk CEF gebruiken als één storage oplossing en je kunt CEF eigenlijk op verschillende manieren ontsluiten naar de eindgebruiker toe. Ja, dus je hebt een CEF file system, dus dat kun je als file system gebruiken, dus files en directories kun je daarvoor gebruiken. Ja, CEF block device voor physical disk. Dit is hetgene wat we nu binnen de F-Stack gebruiken. En je hebt ook nog een object store eigenlijk, waarmee je dus een object store kunt creëren. Vergelijkbaar met Swift. Sommigen vragen, ja, waarom gebruik je dan Swift niet? Hè? Omdat dat in principe als core component initieel door binnen OpenStack is ontwikkeld. Als je kijkt naar Swift is puur object store. Dus je kunt met Swift geen block device creëren. Dus bij Swift zit je alleen maar aan het linker component, maar heb je deze twee componenten niet. Dus als je dat dan weer wil, moet je weer een ander type component kiezen, zeg maar, die dan één van deze twee doet. Dus het voordeel van CEF is dat het gewoon al die drie storage componenten, of de manier waarop je storage gaat gebruiken, eigenlijk ontsluiten. Als je kijkt naar de architectuur van hoe CEF er eigenlijk uitziet. Gaat gezellig. In dit voorbeeld zijn het vijf fysieke nodes. In het voorbeeld wat we zelf gebruiken zijn het vier fysieke nodes. Elke fysieke node heeft eigenlijk een x aantal schijven. In ons geval zijn het acht schijven, waarvan er twee SSD's zijn en zes gewone schijven. Het feit dat we SSD's gebruiken heeft te maken met de systematiek dat in elke storage node heeft OpenStack eigenlijk een x-aantal schijven waar gewoon de data op staat. En de SSD's worden eigenlijk gebruikt voor journals die bijhouden, zeg maar, waar alle datablokken, zeg maar, van de computernode staat, of van de storage node staan. Dus het voordeel van die SSD-schijven is dat het gewoon super snel is. En dat is enorm belangrijk om ook snel je storage te beschikbaar te krijgen. Dus daarom maken we gebruik van SSD-schijven waar je journals op staan.
Ja, dus ongeveer als je kijkt naar de verhouding van oké, hoeveel SSD's heb ik dan nodig voor mijn fysieke schijven, is ongeveer de verhouding die ik net aangeef. Als je 6 fysieke schijven hebt, 1 of 2 SSD's is dan wel eigenlijk voldoende. De SSD's kun je zo ook nog in RAID 0 kunnen zetten, dus dan als die uitvalt, dat dan niet de hele computer, de hele storage nodig uitvalt, maar dat in principe dat gewoon blijft draaien. Voor de rest, alle andere schijven waar dus daadwerkelijk de data op staat, dat is echt puur. Gewoon puur schrijven, geen RAID, want dat wil je allemaal niet gebruiken. Want dat heeft alleen maar echt super nadelige invloed op de performance, dus dat is gewoon echt not done. Dus echt puur alleen maar gewoon schrijven en dat is het. Dus dat is vooral belangrijk. Zelf maak ik gebruik van CrushMap, dus hoe verdeel ik dan eigenlijk mijn blokken zeg maar, over mijn fysieke storage nodes. Daar heeft binnen Zelf is daar een mechanisme voor ontwikkeld, dat heet Crush. En Crush is eigenlijk het mechanisme waarop de blokken zeg maar, verdeeld worden over mijn storage cluster. En dat zorgt eigenlijk voor dat altijd, wanneer er een node uitvalt, dat er altijd die datablokken beschikbaar zijn. En dat is eigenlijk het algoritme wat binnen Ceph wordt gebruikt. Daarnaast zie je die 3M staan, dat zijn de monitors. Dat zijn afzonderlijke processen. Die eigenlijk de held van je storage cluster eigenlijk gewoon onderhouden. Dus die constant kijken van is mijn storage cluster eigenlijk nog in evenwicht. Dat zijn gewoon aparte processen. Hier staan er 3, maar dat kun je ook zelf nog uitschalen tot 4, 5 of net hoeveel je dat zou willen. De kracht van Ceph zit hem vooral in de schaalbaarheid. Dus de enorme schaalbaarheid die je kunt creëren. Je kunt het storage uitbreiden zonder het volume aan te passen. Dus je kunt gewoon een storage node toevoegen. Je meldt hem aan in Ceph en je zegt van oké, deze gaat meedoen. En op dat moment gaat hij automatisch alle data verdelen zeg maar, over de node die je eigenlijk toevoegt. Het grote verschil tussen het bestaande SAN-technologie en Ceph is eigenlijk puur alleen maar kosten. Want als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met een NetApp, als je zo'n ding koopt, en dan koop je de sizing van de NetApp, die koop je al voor de toekomst, dus die koop je al voor de komende jaren. En het voordeel van Ceph is dat je koopt wat je nodig hebt, en op het moment dat ik de capaciteit te weinig heb, en ik heb capaciteit nodig, voeg ik het toe voor hetgeen wat ik nodig heb. En ik koop niet iets in wat ik misschien over 3 jaar nodig heb, of 2 jaar, nee. Ik koop de storage in die ik voor vandaag nodig heb. Dus je investeringsmodel wordt veel interessanter, dat het niet in één keer, pam, ik moet €200.000 tikken. Maar het is veel meer een pay-as-you-grow model. En daarnaast, een ander groot voordeel is natuurlijk, maar als je het vergelijkt NetApp en Ceph in de zin van, ja, wat kost dan de ene, wat kost dan de ander? Ja, dan zit Ceph zeg maar, met een factor 4-5 lager zeg maar, in vergelijking tot een NetApp. Dus echt een gigantisch verschil. Kijk, en het voordeel van Ceph ook is, het zijn gewoon standaard 1 uur of 2 uur systemen. Er zitten gewoon schijven in. Dus het is niet een specifiek stukje hardware wat je nodig hebt. Het zijn gewoon standaard service systemen met voldoende capaciteit zeg maar, op netwerk level. Oké. Vragen over storage? Load balancer. Is dat softwarematig of hardwarematig? Softwarematig, ja. In principe alle. Dit is hardware, zeg maar tot hier. En alle andere componenten die daar zijn, zijn allemaal softwarematige componenten. En die je dus ook kunt verdelen over de verschillende systemen. Dus je kunt ook zeggen van ja, load balancer is nu 2, maar ik heb er 3 nodig, zou je ook kunnen verdelen. Dus op die manier kun je ook de workload zeg maar, van de afzonderlijke processen binnen Ceph, kun je ook bepalen waar die dan moeten draaien. Dus je kunt ook heel goed de performance daarin afstemmen. We hebben zelf een implementatie van Ceph bij een redelijk grote omgeving. Dat was 40 terabyte netto. Ja, voor de ene zal zeggen groot, de andere zal zeggen klein. Maar dat was 40 terabyte netto, waarbij we eigenlijk 2 fysieke locaties hadden. Dus dat waren 2 panden. En Ceph zorgde eigenlijk automatisch voor dat op de primaire locatie had ik 2 replica's van de data staan. En op de secundaire locatie, die puur als uitwerking fungeerde, had ik 1 replica staan. En eigenlijk hoefde daar niks aan te doen. Ceph regelde zelf zeg maar, op de achtergrond dat de data zeg maar, op de 2 datacenters werd gerepliceerd. En op het moment dat mijn systeem zou uitvallen op de primaire locatie, kun je gewoon op de secundaire locatie je virtuele machine starten. Omdat de
de data die op primaire stond, gewoon alles netjes gerepliceerd stond op de secundaire locatie. Dus dat wordt in principe gewoon door CEF gewoon gemanaged. Ja, belangrijk daarin is wel dat je een redelijk goede throughput van je netwerk moet hebben natuurlijk. Dus ja, ik denk dat spreekt voor zich voor een software-defined storage oplossing. Maar het geeft wel enorm de flexibiliteit weer van een CEF oplossing. Ook het aantal replica's kun je kiezen. Dus je kan zeggen, ik doe 2 of 3 of 4 of 5 of net wat je wil. Dus daarin ben je ook gewoon vrij om te kiezen hoeveel je er wilt hebben. Is ook iets van snapshots of zo, hè? Ja, ja. Dus je kunt zeg maar met een CEF-omgeving ook snapshots maken. Je kunt, bij een proof of concept was de vraag van, kan ik ook versioning toepassen, hè, binnen de storage oplossing. Dat hebben dan, was niet standaard binnen CEF beschikbaar, maar hebben we zelf gemaakt. Waarbij je dus ook gewoon versioning kon toepassen, zeg maar, voor je storage oplossing. Maar dat zit er nu wel standaard in? Zit er nu nog niet standaard in, nee. Maar dat zijn ontwikkelingen zeg maar, die ook heel makkelijk eigenlijk zijn toe te voegen aan zo'n omgeving. Het is open source, het is open, dus je kunt er ook gewoon heel makkelijk eigenlijk omheen scripten eigenlijk. Het is ook vaak, kijk zo'n versioning case is ook vaak afhankelijk van de vraag van de klant. Voor hem was dat dan een specifieke vraag. Maar het, ja, je kunt het gewoon scripten, dus je kunt het gewoon redelijk makkelijk realiseren. Mooi. Pak jij even nu je networking niveau? Ja. Ik op het moment dat we het hebben over netwerk voor storage, software-defined storage. Even kijken. Dan is het uiteraard natuurlijk interessant omdat wij toevallig in de networking zitten. We hebben ervoor gekozen om dus inderdaad met die 10 gig ethernet gewoon die zaak te ontsluiten. Mochten we nou echt in een situatie terechtkomen dat je zelfs daar nog te weinig aan hebt, dan zijn er ook inderdaad weer mogelijkheden om dat toch op een blade te laten landen, bij wijze van spreken. En dat je daar dus inderdaad nog meer bandbreedte uit gaat halen. Er zijn wat toekomstige ontwikkelingen zeg maar, met oplossingen waarbij wij ook de producten zeg maar, verder uitbreiden richting een storage blade-achtige structuur. Maar dan praat ik echt op lange termijn. Dus dan zou je bij wijze van spreken een CEF-implementatie kunnen doen en dan gebruik maken van die technologie. En dan hebben we het over inderdaad weer zo'n 80 gig per blade aan netwerkcapaciteit. Even over Neutron. Belangrijk om te melden is eigenlijk is dat toen OpenStack begon, hè, toen we eigenlijk in de eerdere varianten zaten, zeg maar, de eerdere versies, is op een bepaald moment een netwerklaag gecreëerd en die heet dan Nova Networking. En Nova Networking had een aantal beperkingen. En uiteindelijk, dat was ook zo om en nabij de tijd dat Cisco zich daar serieus tegenaan ging bemoeien. En toen is er een module ontwikkeld en die heette toen in de tijd Quantum. Het enige probleem daarmee is dus dat Seagate daar enigszins problemen mee had, want die hadden blijkbaar al inderdaad zo'n naam gedefinieerd. Dus uiteindelijk is de naam gewijzigd in Neutron. En het belangrijke eigenlijk om te weten aan Neutron is dat Neutron een aantal fundamentele dingen oplost van de netwerking die in Nova niet zat. He, dus automatisch inderdaad uitgaande van een agnostic technologie, dat je toch inderdaad nieuwe dingen kunt toevoegen, pluggable module maakt. Dus dat elke leverancier in feite zijn eigen plugin kan toevoegen en daar zijn eigen functionaliteit kan afleiden. Belangrijk eigenlijk voor ons is, omdat we dus nu Neutron hebben, omdat die plugins er zitten, kunnen wij ook koppelen naar verschillende niveaus binnen het fysieke netwerk. Maar ook inderdaad aan de softwarekant. Dit zal jullie misschien niet ontgaan zijn, is dat wij hebben als eerste een zogenaamde third-party distributed virtual switch gemaakt. Een lang woord. En dat was de Nexus 1000V en die hebben we toen inderdaad gereleased voor VMware. En dat was eigenlijk een stuk software, Nexus switching software, die wij hebben geleverd voor een virtualisatieplatform.
Nou, wij zijn daar verder mee aan het ontwikkelen gegaan en het is ondertussen zo, we hebben hem in beta op dit moment en het zal om en bij deze tijd denk ik, zal die beschikbaar zijn voor KVM. We hebben hem ook al voor Hyper-V, hij is er uiteraard voor VMware. Daarmee creëren wij, en dat zal je, wij creëren daar eigenlijk een virtuele netwerklaag. En die virtuele netwerklaag, daar leveren wij de functionaliteiten zoals we dat ook van de fysieke Cisco Nexus switches doen. Dus we kunnen allerlei interessante protocollen en toepassingen inderdaad gaan draaien. En waarom is dat nou belangrijk in combinatie met dit? We hebben met het gebruik van Neutron een aantal keuzes. We kunnen keuze gaan maken om wel of niet inderdaad die 1002 te gebruiken. Of we kunnen inderdaad onze Nexus switches aan gaan spreken. We zijn ondertussen al wat verder zeg maar, in de ontwikkeling van de Neutron module zelf. En dan heb ik het in het algemeen over wat OpenStack doet. En wij lossen met onze plugin een aantal dingen eigenlijk op. Eén ding wat heel erg interessant is in combinatie met wat we kunnen leveren, en dat is in lijn met de ontwikkeling van de networking in het algemeen. Wij kunnen dus inderdaad bepaalde netwerkservices, gevirtualiseerde netwerkservices, load balancer as a service, VPN as a service, kunnen wij aan gaan bieden, maar dan wel gebruik maken van de technologie die we dus al in huis hebben. Dus we kunnen inderdaad gebruik gaan maken van bij wijze van spreken een Netscaler VPX. Dat is een Citrix Netscaler Load Balancer die we in de virtuele wereld kunnen gaan laten landen. Maar die kunnen we dan toch weer combineren met die 1000V in combinatie met OpenStack. Dat is interessant. Ik zie hier iets anders. Het is not me, je zit een heleboel op de kop. Ah, kijk. Microsoft PowerPoint, ja, ik weet het weer. Dat mag prachtig, maar hij staat hem hier, dus zo heel erg goed. Ik zeg het jongens, je moet het gewoon niet meer willen draaien. Even wachten. Tada. Komt u weer. In feite is, even die Nexus 1000V, waarom is die inderdaad voor ons nou zo interessant? Wij leveren in die 1000V, komt eigenlijk eigenlijk met twee componenten. Er is een component wat installeert op de hypervisor, op het OS van de hypervisor. En die levert de functionaliteit van een lijnkaart, je dataplan. En hij komt met een zogenaamde virtual supervisor module en dat is je control plane. En die control plane die staat ergens, die draait ergens. Hij kan in een virtuele machine draaien en we zouden Cisco niet zijn als we daar inderdaad weer een box omheen hebben gebouwd. We hebben hem ook inderdaad in de variant hier gewoon in het rack aan schroeven. Ja, en dan kun je meerdere instances van die supervisor module draaien maar in de fysieke doos. Waarom doen we dat? Weten we zeker dat de control plane, die virtual supervisor module, genoeg resources krijgt om ook werkelijk inderdaad communicatie met zijn dataplane, die lijnkaartmodules, inderdaad kan onderhouden. Dit is interessant voor ons, omdat we dus voor VMware hadden we hem al. Voor KVM is die inderdaad, staat die punt om volledig released te worden. Microsoft en voor Zen wordt nog aan geknutseld. Er zijn wat uitdagingen, zeg maar, omdat het wat anders in elkaar zit. Maar wij hebben dus die functionaliteit op alle vier de hypervisors straks. Wat op zich heel erg interessant is, want je kunt namelijk een migratietraject zou je kunnen ondersteunen, maar je kunt ook inderdaad een multi-hypervisor omgeving laten draaien. En dan wel met dezelfde netwerktechnologieën kun je het laten draaien. Dus het maakt op zich niet zoveel uit wat je dan inderdaad een hypervisor eronder hebt zitten. Je kunt wel de technologieën toepassen die we nodig hebben om de verschillende diensten aan te kunnen bieden. En een van de dingen die wij standaard out of the box eigenlijk al deden met de 1000V was bijvoorbeeld iets heel simpels als laag 3 access lists maken op een laag 2 switch. Dus wij waren gewoon los van wat je geconfigureerd had aan VLANs, los wat je geconfigureerd had aan poorten. Wij konden een laag 3 access listje maken om verkeer wel of niet toe te staan. Terwijl we eigenlijk helemaal zelf geen IP-adres hadden. Ja, dus wij pakten dat eigenlijk al op.
uiteindelijk hebben we die technologie wat verder doorgetrokken en dat hebben we dan VPath genoemd. En VPath is eigenlijk niet zo heel erg interessant, behalve dan dat je moet weten, is dat we kunnen zogenaamde service chaining kunnen we doen. En service chaining is, nogmaals, staat nog even los van het verhaal rond OpenStack, maar het koppelt. En het belangrijke is om te weten, wij kunnen East-West firewall gaan doen tussen verschillende machines. Stel je voor, ik heb een applicatieserver, ik heb een database-server en ik heb een webserver. En die moeten eigenlijk met elkaar communiceren. Nou prima, gooi ze allemaal lekker in hetzelfde VLAN, zorg dat ze allemaal in dezelfde IP-reeks zitten. Helemaal top. Maar nou wil ik ervoor zorgen dat mijn webserver alleen maar van buitenaf benaderd kan worden. Ik wil er eigenlijk voor zorgen dat mijn database-server en mijn applicatieserver niet van buitenaf benaderd kunnen worden. Sterker nog, ik wil niet dat mijn webserver rechtstreeks met mijn database-server communiceert. In de traditionele wereld zul je daar aparte segmenten van moeten gaan maken. Dan moet je weer een apart VLAN maken. Je moet inderdaad zorgen dat er op die koppeling van de ene naar de andere VLAN, dat daar iets zit wat een firewall doet. Nou, met onze VSG, Virtual Security Gateway, kunnen wij eigenlijk dan de East-West firewalling gewoon doen, losstaand van wat voor VLAN je geconfigureerd hebt. Je creëert in feite gewoon zones binnen dat project, als we even de terminologie blijven, zeg maar, van OpenStack. Dus binnen je tenant creëer je dus in feite zones. Je zegt van nou, alle webservers die mogen eigenlijk alleen maar communiceren met mijn applicatieserver en dan alleen maar over poortje 80 of 443 naar buiten. En dat kun je vervolgens dan toepassen en je kunt gewoon de gebruikers, die merken dat niet, maar de beheerders merken het ook niet. En het scheelt mij een hele hoop VLAN-configuratie en firewall-configuratie, want dat wordt automatisch toegepast. Dus in feite heb ik een soort virtual patching gedaan, zeg maar. Ik heb een virtueel pad gecreëerd, vandaar VPath. Naast de 1000V zijn we nog wat verder gegaan. We hebben wat functionaliteit er nog meer toegevoegd. We hebben een North-South Firewall bijvoorbeeld. Dat is de ASA 1000V. En die ASA 1000V heeft dezelfde codebase als onze bestaande ASA's. Waarom is dat nou interessant? Die zegt van ja, firewall kan ik zelf wel creëren. Ik gooi er gewoon wat tussen, ook open source, en ik ben klaar. Die ASA's die hebben namelijk een codebase die heel vaak noodzakelijk is voor bepaalde security toepassingen, omdat die certificeringen hebben. En wij hebben certificeringen op die ASA-code, waardoor we dat inderdaad ook kunnen toepassen in de omgeving waar het gewoon echt strikt noodzakelijk is. Een van de dingen die ik al noemde was bijvoorbeeld de Virtual Netscaler. De Virtual Netscaler is dus een load balancer die ook inderdaad gebruik maakt van dat VPath weer en tussen applicaties kan gaan staan zonder dat die applicaties daar eigenlijk daar iets van merken. Dus ik kan ze voor mijn hele batterij aan webservers neer gaan zetten en eigenlijk weten, hoef ik niks te configureren, ik hoef alleen maar tegen die Netscaler te zeggen, als verkeer wat naar die webservers moet, moet jij gaan load balancen. En dit is mijn achterliggende reeks van webservers. Ja, en in combinatie met OpenStack, wij kunnen dus de 1000V aanspreken en we kunnen dus ook de diensten die we aanbieden aan de onderkant, dus we kunnen die Netscaler en inderdaad de firewalling onderling, die kunnen we inderdaad ontsluiten richting de bovenliggende lagen. Dat is een demo die we nog aan het bouwen zijn, dus daar kan ik helaas niet te veel van laten zien. Maar ik wou jullie toch in ieder geval meegeven dat we dit soort functionaliteiten hebben en dat we die ook kunnen aanspreken vanuit OpenStack. Nou, ik had het er eigenlijk al een beetje over, hè. Waarom gebruiken mensen nou eigenlijk Neutron in plaats van Nova Networking? Er zitten een aantal voordelen in. En een van de belangrijkste dingen om te weten is dat we eigenlijk een aantal limitaties verwijderen. Het tunnelen van de ene naar de andere machine bijvoorbeeld, om verkeer te creëren tussen twee omgevingen, is eigenlijk iets wat eigenlijk uit de basis niet heel erg performt. Je kunt er wel een 10 gig netwerk onderschuiven en je kunt er meerdere 10 gig links onderschuiven, maar uiteindelijk blijft het dus inderdaad ook wel een beperking. Je wil eigenlijk de maximale gebruik kunnen maken van de onderliggende infrastructuur. En om een voorbeeld te geven, standaard moet daar een tunneltje liggen van de ene naar de andere host om die VM's met elkaar te kunnen laten communiceren. Nee, was dit niet de bedoeling. Het belangrijkste om te weten is dat we dus inderdaad een plugin hebben voor onze Nexus switches om in te koppelen. En dat kan dus van 1000V zijn en dat kan dus ook een fysiek netwerk zijn. Ik heb daar zo een voorbeeld van.
En als je nou kijkt hoe Neutron er in zichzelf uitziet, en het is natuurlijk uiteraard even toegepast op hoe wij er tegenaan kijken, hè, dat is ons verhaal. We hebben inderdaad die Neutron API waarmee die communiceert. Dan hebben we de Neutron Service en dan hebben we de plugin API. En het nadeel was eigenlijk is dat Neutron accepteert eigenlijk maar één plugin tegelijkertijd. En om dat nou goed te kunnen doen, hebben we uiteindelijk onze eigen cloud plugin, zeg maar, daar tegenaan geschreven. En daar doen wij vervolgens inderdaad onze diensten mee. Dus wij kunnen uiteindelijk hier gewoon veel meer dingen onderhangen. Zonder dat we nou afhankelijk zijn van die ene plugin. Dat we een plugin krijgen voor Nexus en een plugin krijgen voor een ASA, voor een ASA 1002. En dat is allemaal niet nodig. We hebben in feite hier gewoon onze eigen infrastructuur onder staan. De plugin op zich groeit, heel erg zelfs. Er komen steeds meer functionaliteiten bij. De functionaliteiten, zeg maar, die we als eerste hebben geleverd, waren dus gewoon de koppelingen richting onze switches. Nou, de koppelingen richting onze switches waren gebaseerd op iets dat heet NetConf. Ik weet niet of jullie dat kennen en of iets gebruiken, maar waar het in feite op neerkomt is dat onze Nexus switches, we hadden het al eerder, maar onze Nexus switches hebben een XML API. En die XML API die is ontsloten voor eigenlijk alle functionaliteiten die we in die switch hebben. Voorheen hadden we eigenlijk niet zo heel veel functionaliteit in NetConf zitten, behalve het monitoren van de switches. Maar nu is dus NetConf in staat om poorten te configureren, de hele config zelfs te wijzigen. En wij hebben dat dus opgenomen in eigenlijk de hele Nexus-lijn. Dus je kunt de Nexus 1000V helemaal tot aan de Nexus 9K kun je helemaal besturen met NetConf. Dit lezen jullie wel even lekker zelf, maar het belangrijkste is... Van dit verhaal is dat we een aantal beperkingen die er in feite waren. Hè, aan de linkerkant zie je dus de requirements, zeg maar. Wat dan de uitdaging was zonder de Nexus plugin. En aan de rechterkant uiteindelijk de oplossing. Deze slide zit gewoon in de deck die jullie krijgen, dus je kunt hem inderdaad nog rustig doorlezen. Als belangrijkste item eigenlijk van dit stuk vind ik zelf dat wij die uitbreidbaarheid hebben. Pas de eerste keer dat ik mee in aanraking kwam, was ik een beetje teleurgesteld, zeg maar, dat Neutron nog maar één plugin. Ik denk, ja, hoe gaan we dat dan in godsnaam toepassen? En uiteindelijk hebben wij daar gewoon een pluggable model weer onder gehangen. Dus wij kunnen die functionaliteiten uitbreiden. Nou, dit zijn twee plaatjes om even aan te geven. De rechter is, excuus voor de resolutie, maar het is wel redelijk te zien, dacht ik. Links zie je een voorbeeldje van twee compute nodes. Een control node, een datacenter aggregation layer en een top of rack switch. Dat is eigenlijk het voorbeeld wat ik straks wil laten zien. Rechts zie je eigenlijk een real life situatie waarbij we eigenlijk een switch hebben staan die in dit geval gekoppeld is met elkaar, want je wil redundantie hebben. Ja, je gaat geen één switch boven een stapeltje met servers hangen, dus we zorgen er altijd voor dat we redundantie hebben. En wij kunnen met die Nexus plugin meerdere methodes gebruiken om een server te koppelen. Ja, we kunnen gebruik maken van zogenaamde virtual port channel communicatie, of we kunnen gewoon heel simpel op WLAN blijven. Ik zal dit voorbeeld laten zien. Het belangrijke hieraan te weten is dus dat deze servers in feite wel twee interfaces hebben, maar in feite alle twee de interfaces voor iets anders gebruiken. Maar dit is gewoon puur om het voorbeeld wat simpel te maken. Dan hoop ik dat geluid uitstaat, want dit is een heel mooi plaatje. Het is een filmpje uiteindelijk van een Amerikaanse collega en die heeft zo'n ongelooflijk Amerikaans accent dat ik dacht, ik ga er zelf even overheen praten. Dat is niet goed. Dan pak ik hem zo. Misschien Duits zeggen, dat is wel een leuke naam. Even kijken, waar zit je? Hartstikke idee. Ik zet hem gewoon even aan, dan kan ik er ondertussen even doorheen praten. Dus wat je hier ziet, hier onderaan, hij is online ingelogd in dit geval op onze control server. Die hier zo staat, we hebben aan de bovenkant de aggregation layer. We hebben daar eigenlijk de VLANs al gedefinieerd. Dus we hebben gezorgd dat ons datacenter al bekend is met het feit dat we 500 tot 600 aan VLANs willen gaan gebruiken. Top of Rack switch weet dat eigenlijk nog helemaal niet, weet je. Het is gewoon heel duidelijk dat we... Dat we die top of rack switch gaan configureren. En je datacenter laag, die aggregation layer,
die moet in feite in staat zijn om een reeks met VLAN-nummers te kunnen gaan gebruiken voor de communicatie binnen je OpenStack container. We hebben voor het voorbeeld eigenlijk ook de interfaces gewoon even los gedaan. Dit kun je uiteraard ook oplossen door meerdere interfaces te doen voor één enkele functionaliteit. Het leuke eigenlijk aan het voorbeeld is dat het eigenlijk verschrikkelijk simpel is om te laten zien. En in de praktijk blijkt ook inderdaad dat als je het eenmaal, als dit opgezet is, zeg maar, dan hebben we dus ook een omgeving waarbij je eigenlijk niet zo heel veel meer hoeft te configureren. In dit voorbeeld hebben wij een installer script gebruikt om onze omgeving te bouwen. Dus ook om alles te configureren binnen OpenStack wat wij aan fysieke switches hebben staan. En dus deze bovenste switch, die top of rack switch, zeg maar, daar is ook in aangegeven wat we aan fysieke netwerken tot onze beschikking hebben. Ik zal even een kleinetje vooruit gaan. Hij praat heel veel. Nog meer dan ik. En dit is eigenlijk een voorbeeldje van ons script. Het enige wat je hier eigenlijk aan moet weten, is dat daarboven staat in feite gewoon aangegeven, we hebben een fysiek net, dat noemen we FISnet 3. En daar hebben we 500 tot 600 aan VLAN's. We hebben dus onze uplink bridges, daar geven we ook gewoon echt aan wat de uplink is. Wij maken gebruik van in dit geval van de OVS vSwitch plugin. Als wij de 1000V zouden gebruiken, dan hadden we daar dus inderdaad ook gewoon Nexus ingevuld. En dan hadden we vervolgens ook een open vSwitch laag. Dan hadden we dan geen open vSwitch gebruikt, maar dan hadden we dus Nexus gebruikt. Nou, de Nexus plugin zelf heet Nexus. We hebben hier één compute server toegevoegd. Dat is eigenlijk voor het verhaal alleen maar belangrijk om te weten dat we deze al toevoegen. Als we dit script afvuren op OpenStack. En inderdaad de login. Nou, je ziet inderdaad, we hebben allemaal een hele leuke wachtwoorden daarvoor. En we gebruiken eigenlijk VLAN's om te configureren. Dus wij gebruiken geen virtual port channels in dit voorbeeld. Nou, er zijn eigenlijk twee methoden om een netwerk te creëren. Eén methode is command line. En aangezien wij nu binnen Cisco zijn, ik heb nog een hele stapel aan... Ik heb nog een hele stapel aan consolekabels, mocht je er interesse in hebben. Wij doen alles liefst met de command line. Nou, zoals je ziet, er zijn geen netwerken gedefinieerd. We doen even op de command line, doen we de netlist. En vervolgens is nog helemaal niks. Kijk, er zijn geen netwerken, er zijn geen routers, er is eigenlijk niks gekoppeld. We beginnen met een kale omgeving. En in die kale omgeving gaan we nu op de switch. Wij hebben die, als je dat plaatje nog enigszins kunt herinneren, dat was, en dan zag je dat op de switch Ethernet 1.8 was gebruikt. Nou, we hebben hier, deze definitie is gecreëerd met dat installer script wat we hadden, waar we in hadden gezet. We hebben één compute host en die zit vervolgens gekoppeld aan die en die interface. En dan worden deze definities gemaakt. Nou, in dit voorbeeld zitten we keurig op 1 gigabit. Dat is in ons lab hier zo, is dat met 10 gig aangesloten. Het is een trunk en in feite zie je nog verder helemaal niks staan. Als we nou verder gaan in het verhaal. Even kijken. Wat we eigenlijk hier willen laten zien is dat ik ga een netwerk creëren. En netwerk creëren kun je uit de interface, maar we doen het even op deze manier. Ik creëer dus in feite een VLAN 500 en ik zeg hier mijn segment ID is 500. Waarom laat ik dat nou zien dat je dat vanaf de command line kan? Want we hadden toch gezegd 500 tot 600 is beschikbaar. Dan had ik het in principe gewoon uit de interface kunnen doen. Maar dat doe ik bewust niet, want ik kan hier namelijk elk VLAN ID kiezen wat ik maar wil. Ik kan beginnen bij 500 tot 600, laten we zeggen we beginnen bij 550. Ik creëer gewoon hier 550, dat kan gewoon. Je kunt vanuit de interface doen, die is eigenlijk heel simpel en die gaat er gewoon vanuit van nou, er is nog geen 500, creëer ik een 500. Doe je het nog een keer, creëer ik een 501. Maar vanaf de command line kan ik meteen een 520 of een 525 maken, mocht ik dat inderdaad willen. Ja, dus die vrijheid heb je ook inderdaad. En dan gaan we even terug naar dit verhaal. Het is inderdaad een VLAN. Even voorbeeld, kijk, dit is... Die definitie van de net, daar zag je dus inderdaad staan, hij zit aan deze
poort gekoppeld. Daar had hij dus in feite die interface mee gedefinieerd. Nou, dan creëren we hem even. Je ziet op de achtergrond het blauwe plaatje al. Creëren meteen subnet erachter. Hij vertelt heel veel live hier. Oh, dat was hem dus. Kijk, in feite is nu hier inderdaad dat netwerk te zien. En je ziet daar ergens, als je heel goed kijkt, zie je VLAN 500 staan. Dat was de naam die hij daarvoor gekozen had. Op het moment dat we verder gaan en we doen dat vervolgens uit de interface, dan zal die dus inderdaad een 501 pakken. Hij had ook net een auto voor zijn vrouw gekocht waarschijnlijk. Ja. Een Fiat 500, hè? Ja, zoiets. Kijk, dan koppelen we uiteindelijk gaan we er nu een instance aan vastkoppelen. Hè. We willen dus inderdaad wel dat er iets gekoppeld wordt. Nou, hier zie je dat er nog niks is. En vervolgens selecteert die VLAN 500. En dan gaan we nog een keer bekijken. Je ziet dat die networking geregeld wordt. En dit, hier zie je dat hij dus via NetConf in feite de configuratie uitvoert. Hij zit hier op de console ingelogd, dus je ziet inderdaad gewoon keurig dat hij die log binnenkomt. Kijk, en als hij nu inderdaad laat zien, dan zie je dat er dus inderdaad een lauw VLAN 500 bij is gekomen. Dus hij heeft in feite dat netwerk meteen toegevoegd. Dat wil zeggen, als ik mijn definities van mijn netwerk heb, wil niet zeggen dat hij dan automatisch inderdaad dat VLAN al toevoegt als er niks aan zit. Want daarmee gooi je natuurlijk wel je hele netwerk in feite qua configuratie overhoop. Plus dat je je switches die je voor nodig hebt, gaat belasten met alle VLAN's die je overal hebt gedefinieerd. Dus het uitrollen van een instance is eigenlijk pas de trigger. Als ik een instance heb die op dit blade zou moeten landen, en deze zit via de fabric interconnect uiteindelijk aan mijn switch die ik aan het configureren ben, dan zal hij ervoor zorgen dat die switch pas geconfigureerd wordt als hier dat instance landt. Want ik wil natuurlijk niet, als ik 500 switches heb, ik wil niet 500 switches inderdaad voorzien van dat VLAN. Ik wil de configuratie natuurlijk gewoon dynamisch houden. Nou, en als het goed is gaat hij het ook nog andersom vertellen. Kijk, hier zie je dat de server eraan aanhangt. En uiteindelijk zal hij hier een netwerk creëren. Hij gaat hier dus inderdaad een netwerk creëren. Grappig genoeg noemt hij het 501. Maar hadden we net zo goed blauwlaar kunnen noemen. Want het eerstvolgende VLAN dat hij pakt is 501. Kijk, het VLAN is gemaakt. Alleen je ziet daar natuurlijk... hier zie je segment ID, zie je 501 staan. En dat segment ID heeft hij gewoon uit de lijst gekozen. Ik had het een leuker voorbeeld gevonden als hij ergens... de VLAN niet 500, maar 599 had gemaakt, dan had je dus kunnen zien dat hij 500 had gemaakt. Even kijken. En dan voegt hij er inderdaad weer... even kijken. Dan gaan we er weer een instance aan toevoegen. En dan selecteer je uiteindelijk inderdaad die 501 en in Jubilee Poepie. We zien inderdaad weer onze XML-configuratie voorbij komen. En als je de configuratie laat zien, zie je dat hij de 501 naartoe heeft gevoegd. Op het moment dat we dus ook zo'n instance weer weghalen, dan haalt hij dus ook dit weer weg. Dan laat hij dat dus niet staan. En dat is ook bewust gedaan, maar zo'n VM kun je natuurlijk ook gewoon ergens anders plaatsen. Die kun je verhuizen. Dus die dynamische configuratie die vindt op de achtergrond continu plaats. En grappig genoeg, dit is gewoon de basis van die Nexus plugin. Meer is het niet. Het is de configuratie via NetConf van je switches. En dat lijkt misschien heel simpel, maar wat je dan zou moeten doen als je dit dus niet doet, is dat je ervoor moet zorgen dat je in ieder geval die configuratie zo hebt staan, dat je elke keer al die switches die volledige uitgerolde VLAN's inderdaad accepteert. Wat in sommige situaties niet eens kan, omdat de security policy van de klant misschien niet toestaat. Nou, hij gaat hem nu terminaten en dan worden ze vervolgens verwijderd. En dan is die interface weer helemaal vrij. Kijk, er staat de loudman, zijn ze gewoon weg. Dus er wordt gewoon helemaal geen communicatie meer geaccepteerd over die interface, omdat er eigenlijk geen instances op die machine.
wat vervolgens ook inderdaad de beveiliging weer ten goede komt. Zijn hier specifieke vragen over? Werkt het bijvoorbeeld al in combinatie met de verdediger VPC? VPC integratie? Ja. Dus op het moment dat je, want een van de dingen die we gedaan hebben in onze huidige omgeving, die we nu gebouwd hebben, wij zitten in feite, we hebben twee Nexus 5500's. Hij vertelt nog even verder volgens mij. Ja. We hebben twee 5500's en die zijn in feite, die zijn zo aangesloten met de faxen. Die kun je ook nog wel dubbel uitvoeren, maar dit is een Nexus 2 kaart, dus dat is een fax. Dan hebben we vervolgens onze machines in feite daar zo onder hangen. Dan is in feite de situatie dat als je die en die samen in een bond interface wil hebben, ja, dus op Linux inderdaad gekoppeld wil hebben, dan zul je een portchannel moeten maken. Maar een portchannel wat loopt over twee switches, dan moeten wij dus WPC's doen. En in die WPC interface moeten wij inderdaad ook die configuratie weer doen. Dus we kunnen inderdaad aangeven dat het niet VLAN is, maar dat het WPC is. En dan kunnen ze de WPC's configureren per host. En dan pakt hij gelijk alle vier, of in dit geval dan de 5K's en peerlings, et cetera, gewoon mee. Ja. Ja, hij configureert gewoon de VPC zeg maar voor deze. Het enige wat ik wel moet doen, op het moment dat ik in mijn boardchannel situatie heb staan, is dat ik hem aangeef dat hij inderdaad in VPC-mode moet draaien, die plugin. En dan is het zelfs zo dat als je onder OpenStack een volgende compute node bijvoorbeeld zou toevoegen, dan bouwt hij zelf inderdaad die VPC's op. Ik moet alleen wel opgeven waar ze gekoppeld zitten. Ja, precies. Ja, welke switches fysiek, en dat soort dingen. Ja. Dus fysiek waar ze zitten. Ja. Nou is. Even kijken naar even. Ik heb vorige sheets heb je over GRE. Ja. Hoe ver is bijvoorbeeld VX-lammel opgenomen in de plugin? Op het moment dat je de 1000V zeg maar, gaat gebruiken, wij kunnen dus inderdaad VX-lam aanbieden via de 1000V. Ja. Ja, en het leuke daarvan is dat je als je de 1000V ook inderdaad op een Hyper-V hebt staan, ook op een VMware en KVM en later straks op Xen, dan zou je in principe gewoon VX-lam inderdaad over alle hypervisors door kunnen trekken. Want wij leveren ook VX-lam via de 1000V van Hyper-V. Dat ze standaard niet doen, want dat zijn VGRE. Ja, dus we hebben inderdaad de mogelijkheid om die functionaliteit helemaal door te trekken. En een leuk detail is dat de Nexus 9000 serie, dus de fysieke switches, die gaan namelijk op de poorten native VXLAN ondersteunen. Dus wij hebben op de Nexus 9000 serie hebben we de mogelijkheid om gewoon VXLAN te supporten, zeg maar, out of the box. Verder nog vragen? Niet? Nou, dan ga ik nog één ding doen. Dan ga ik jullie even de fysieke infrastructuur laten zien, zoals we die hebben. Wat zeg je? We hebben daar de verkeerde kost, zegt hij. Dat is bij mij niet duo. Nou, kijk, de Nexus 9000 is, die is nog maar net uit. Ja. En de controller is nog niet eens uit. Dus, je zult dat altijd meemaken. En out of the box kan een Nexus 9000 niet zo heel veel. Ja, het is gewoon low latency switching en je standaard functionaliteit zoals je die gewend bent, zeg maar. En je hebt eigenlijk die ACI controller nodig om inderdaad echt functionaliteit te gaan toevoegen. Dus ga je dingen doen als Fabric Path en Dynamic Fabric Automation aan onze kant en dat soort zaken. Dan heb je echt een 5 of een 7 nodig. Want anders dan heb je die functionaliteit gewoon niet. Want dat leveren wij uit onze eigen chips. En die eigen chips die zitten niet meer op de poorten. Die Nexus 9000 die heeft op de poorten heeft die Broadcom chips zitten. Dus we kunnen dat soort functionaliteiten niet leveren met de 9000. Wat eigenlijk heel raar is, want we snijden natuurlijk daarmee een hele hoop van onze functionaliteit weg. Die we eigenlijk al jarenlang ontwikkeld hebben. Vandaar dat de Nexus 7000 en de 5000 die zullen altijd nog naast de, even kijken, naast de 9, de 6 en de 3 blijven bestaan. Net zolang dat we nog klanten hebben die met die omgeving zitten. Dus dat is de komende 15 jaar nog zeker in het geval. Maar is de 9 dan meer gepositioneerd richting de computer? De 9000 is eigenlijk, die begint heel klein en die eindigt in dat formaat. En hij wordt echt gepositioneerd om in combinatie met dat application center infrastructure te gebruiken. Of als je alleen maar low latency switches wil. Maar als een core omgeving? Of ja, echt als ook. Ja, zeker. Ja. Maar daar kunnen we wel een andere sessie voor plannen, want dat is zeker een heel lang verhaal. Ja. Versie 2.
Ja, ik kom nog heel langs. Ja, dan pak ik een aantal slides en dan kan ik het laten zien. Maar we hebben eigenlijk op dezelfde manier als dat we dat bijvoorbeeld met Dynamic Fabric Automation deden. Kijk even uit. Maar dan, we hebben dus zeg maar onze core switches en dat noemen ze dan spines. En dan heb je onder je spines heb je leaves. En dan die leaves, dat kan dan bijvoorbeeld een X9300 zijn. En dan de grote jongens, dat zijn dan echt inderdaad zoals je die 7000 ook kent met allemaal van die kaarten. Het grote verschil tussen de 7K-series en de 9K-series, die Director Class, die grote jongens, is dat we een aantal dingen vervangen hebben en het ook op een hele andere manier gebouwd hebben. Nexus 7000 staat hier in het lab, die heeft een midplane. En die midplane, dat is een printplaat. Die printplaat is heel duur. En de printplaat hoeft niet duur te zijn, maar dat is 16 lagen print aan één kant en 16 lagen print aan de andere kant. En de failure rate tijdens de productielijn, ik mag je de percentage niet noemen, maar die is hoog. Als er ergens maar één baantje kapot is, dan is het ding weg. Ja? Nou, dus die midplane is ontzettend duur om te maken. Die kaartjes zijn heel duur om te maken. En wat we gedaan hebben met de 9000 serie, we hebben alles modulair gemaakt. Op dezelfde manier als dat we met UCS doen, trekt de power supplies eruit, de IO modules en de blades. En je hebt alleen maar ijzer. Er zit geen functionaliteit en geen intelligentie meer in het chassis. Dat hebben we met de 9000 ook gedaan. En vandaar dat de 9000 serie, dus de grote jongens ook, substantieel goedkoper zijn dan de 7000. En we hebben de functionaliteit van de 7000 daardoor bewust daar niet in gestopt. En we hebben daar een andere positionering voor. Dan snij je jezelf in de vingers uit. Maar goed, even de interface. Als jullie een keer willen spelen met de interface, developer.cisco.com en dan kun je ergens klikken en er staat een UCS platform emulator. Een UCS platform emulator levert je uiteindelijk, dat is een virtuele machine, in OVA formaat, dus je kunt hem importeren in whatever je hebt, levert je uiteindelijk deze interface. En deze interface is de UCS manager zoals ik hem had besproken, dat is diegene die hierin draait normaliter. Diegene die dit gecreëerd heeft, die was volgens mij een hele grote fan van Outlook, want het is allemaal tapjes en veldjes en schermpjes. De eerste keer dat je het ziet zal het een beetje overrompelend zijn, maar het is een element manager, daar moet je echt even rekening mee houden. Wij kunnen onze fysieke hardware zien. Linksboven zie je de fault summary, je ziet dat ik één major warning heb. Ik zal je niet lastig vallen met een van de warnings, maar we hebben één blade. Dat is een oud blade wat ik ergens vandaan gesleept had en daar heb ik wat problemen mee. Dus die ligt op. En je ziet in dit geval, zie je zeg maar de infrastructuur staan. Nou, we hebben al is iemand losgegaan op de grafische kant van het verhaal. Hier zie je twee Fabric Interconnects staan en dan zie je een chassis tussen staan. Alles binnen UCS en binnen de UCS manager is clickable. Dat wil zeggen, alles is aan elkaar gekoppeld. Ik kan van alles de serienummers uitlezen en als er ergens een firmware op staat of een versienummer van is, kan ik hem uitlezen. En waarom is dat nou zo interessant? Ik heb aan de achterkant van dit chassis heb ik 8 fanmodules zitten. Stel je nou voor dat een van die fanmodules kapot is. Standaard, als je een vervangingsmodel wil krijgen, dan moet je Cisco bellen of je reseller en zeg je hebt het kapot. Ja, start maar het RMA-proces. Wat is het serienummer van het onderdeel wat kapot is? Nou, ik heb dat zelf ook gedaan en dan ren je vervolgens naar het datacenter, dan trek je zo'n fanmodule eruit en dan kijk je, dat is dat. Dan loop je terug naar je bureau, heb je typfout gemaakt of je hebt iets verkeerd opgeschreven, dan weer de pineut, kun je weer terug. Dat is niet nodig, maar wij lezen dus ook dat soort dingen gewoon uit. We kunnen dus inderdaad van een fanmodule kunnen we ook gewoon alles zien en we kunnen dus inderdaad ook gewoon de serienummers daarvan uitlezen. Het is zelfs zo dat elk UCS manager, dus elke UCS manager die in zo'n box eruit heeft een call home functionaliteit. Die hoef je niet te gebruiken richting Cisco TAC, maar kan. Je kunt hem ook naar een eigen e-mailadres binnen je eigen netwerk doen, dus een een of andere groep e-mailadres. Als er een fan kapot gaat, of er gaat iets anders kapot, of de temperatuur loopt op, of wat dan ook, dan krijg je daar een mailtje van. Ik heb zelf projecten gedaan waarbij we dus wel contracten hadden met Cisco TAC voor die klant. En dan wist Cisco TAC eerder dat er iets kapot was of dat er ergens een temperatuur opliep dan de klant zelf. En dat is natuurlijk op zich wel heel erg leuk als je dat kunt toepassen. Nou, aan de achterkant van het chassis zitten twee IO-modules. Dat zijn dan de vexen. Dit is de voorkant. We hebben twee full-width blades in dit geval. En we hebben vier half-width blades. Dit zijn de halve breedte blades. Alles zit in 6 rack units in één zo'n chassis.
En we hebben 4 power supplies aan de onderkant. En ze zijn allemaal oké, okay, helemaal fijn. Ze identificeren zichzelf nog even een beetje, dus dat is ook wel leuk. En we hebben onze servers. Nou, dit is de fysieke kant van het verhaal. De fysieke kant wil zeggen, ik kan zien welke fysieke servers ik heb. Ik kan er ook op één klikken als ik dat wil. En ik kan dan zien, nou, hartstikke leuk, full weight plate. Ik zie hoeveel geheugen erin zit. Dit is een 196 gig jongen. Hij heeft 12 cores, 24 threads. We hebben 12 niks gedefinieerd. We hebben 2 adapters. Nou, wat zien we nog meer allemaal? Ik kan mijn inventory bekijken. En altijd leuk om te laten zien. De memory. Interessant is om te weten is dat wij met de laatste firmwares doen we een aantal hele diep tests, diep cycle tests, zeg maar, voor de memory. De eerste keer dat zo'n blade bloedt, dan zorgen we ervoor dat we een betere test doen dan standaard een BIOS bijvoorbeeld doet. Maar als een BIOS al rapporteert dat memory verkeerd is of fout is, dan schakelen we dus een blokje uit. Dan schakelen we een bank uit. Niet een hele bank, maar een onderdeel van een bank. En dat doen we eigenlijk expres, want dan booten we tenminste door. En dan, hij boot wel, maar dan staat er uiteindelijk bij de status dat hij een degraded mode draait. Dus dan kan het best wel zijn dat de machine die 96 gig heeft, opkomt met 64 gig. Dan kun je zelf kiezen of je dan inderdaad wil dat hij überhaupt wel boot, maar je kunt in ieder geval die zaken aanpassen. Nou, ik zal je de rest van de fysieke kant niet laten zien. Wat wel belangrijk is om te weten, we hadden het over die serviceprofielen. Nou, bovenaan zie je de serviceprofielen staan. Hè. We hebben er 2 voor de control host en we hebben 4 compute machines gemaakt. En hieronder zie je compute en control host templates. En ik had gezegd, wij werken allemaal op basis van templates. En die templates die kan ik gewoon creëren, ik kan ze nog aanpassen. En ik heb hier definities in gedaan wat ik bijvoorbeeld met mijn local storage wil doen. Nou, ik heb hier any config staan, maar ik kan er bij wijze van spreken voor kiezen om een andere set te maken. Of ik maak een nieuwe control policy. Dus ik koppel alles op die manier aan elkaar. Wat voor netwerkdefinities heb ik gedaan? Ik zal ze ook even in volgorde zetten. Ik heb in feite een x-aantal interfaces gedefinieerd. En die interfaces die hebben allemaal, over welke interface ze gaan, ik heb ze allemaal A en B genoemd. Je bent ook in staat om gewoon één enkele interface te definiëren overigens. En hem zelf te laten kiezen. Ga ik A of ga ik... Hij heeft primair dan bijvoorbeeld A en hij kan een veel hoger doen dan B. Dat heeft alleen één nadeel. Mocht je inderdaad in een failure state terechtkomen, dan gaat hij dus inderdaad naar de andere kant. En hij gaat pas terug als die andere ook inderdaad een failure state heeft gehad. Oftewel, ik kan inderdaad de situatie krijgen dat ik inderdaad zo in mijn datacenter draai. Dus qua balancing is dat niet zo heel erg interessant. Vandaar dat we altijd zeggen, pak inderdaad 2 interfaces, definieer de 2. En dit is dan bijvoorbeeld de definitie van mijn interfaces. Ik heb, ze staan niet op volgorde, maar hier zie je bijvoorbeeld staan dat hij een MAC-adres is afgeleid. Ja, en hij krijgt hier een Ceph VLAN aangeboden en dat is in dit geval is dat een native VLAN. En dat wil zeggen dat op die interface wordt er gewoon standaard verkeer afgeleverd op deze machine. En de bootvolgorde, heel simpel, niks moeilijks, landboot. Voor onze compute nodes in dit geval is het simpel, wij willen eigenlijk niks anders. We willen niet eens dat die van lokale disk gaat booten, maar je bent in staat om dat dus inderdaad te wijzigen. En je kunt die wijzigingen maken. Ik had het gehad over mijn firmware policies. Nou, hier zie je bijvoorbeeld, ik heb een blade firmware policy gemaakt. Ik zal er even één creëren, die noem ik gewoon bla. En ik kan ook gewoon, ik kan het mezelf heel simpel maken. Ik kan gewoon zeggen, nou, die had ik er niet in zitten. Maar ik kan gewoon een package pakken. Of ik kan ze individueel selecteren. En dat wil zeggen dat ik voor alle type nummers, kan ik dan inderdaad aangeven, ik wil die en die firmware versie hebben. En dit is met name belangrijk als je bij wijze van spreken van onze firmware upgrade zou krijgen. Die kun je al klaarzetten. En dan je moet bij wijze van spreken nog wachten totdat Red Hat terugkomt en zegt, hij werkt met die firmware. Nou, zo werkt het in deze wereld. Wij sturen die firmware packages over richting onze vendors. Die doen de tests. Wij komen terug met de ja of de nee. En dan worden ze vervolgens in een
de compatibility list gezet. Nou, ik kan dus, als ik wil, even kijken, hij is niet afgeleid van een serverpool. Ja, dat staat er sign later. Ik kan dus nu hier zeggen, doe mij gewoon fstack 2. We hebben een nieuwe variant gecreëerd, noem maar wat. En ik noem die compute. En ik begin bij nummer 10. En ik wil er 2 hebben. Nou heeft hij dus... Nou maakt hij in feite kloontjes van dat template. En ze worden meteen blauw. En die blauwe foutmelding, dat is allemaal niet zo heel erg interessant. Dat wil zeggen dat ze niet geassocieerd zijn met een fysiek blade. En ik heb nu weer een netwerk setting gekregen. En dus hij heeft weer inderdaad alles opgevolgd. En hij heeft al mijn MAC-adressen al toegekend. Want die haalt hij uit de pool. Dus als ik bijvoorbeeld mijn MAC-adres pool zou gaan bekijken... MAC-adres pool. Deze jongen. Ik filter even. Ja, dat is echt. Signed. Fantastisch. Kijk. Dan zie je in feite dat die aan die serviceprofielen. Daar hingen allemaal templates aan vast. En aan die templates daar stonden uiteindelijk mijn interfaces. Hier zie je dus dat dit MAC-adres is toevallig toegekend aan compute node 11, hè, die ik net gecreëerd heb van fstack 2. We zijn met versie 2 bezig, hartstikke leuk. En dan heb ik hier dus inderdaad een OpenStack A. Mijn OpenStack A was een van mijn interfaces die ik gedefinieerd had. Dus dit MAC-adres wordt toegekend aan die interface als die machine opkomt. Ja, dus die definitie is gewoon vastgelegd en die wordt ook niet aan een andere machine meer uitgegeven. Interessant is om te weten is dat als je dus, we hadden het gehad dat als je uit je 240 maximale servers loopt die hieraan gekoppeld zit, of je bent uit je poorten gelopen en je moet toch een nieuwe stack bouwen, dan moet je natuurlijk wel rekening houden dat dit niet overloopt met de andere stack die je hebt als je dat op laag 2 hebt verbonden. Nou, UCS Manager is een element manager en we kunnen dus inderdaad daar één stap boven gaan en we kunnen iets uitrollen dat heet dan UCS Central. En dat is niks anders dan een simpel management stukje waarbij je dus dat soort functionaliteiten allemaal nog een keer centraal trekt. En dat kun je ook weer koppelen met die deployment mechanismes. Ik denk eerlijk gezegd dat we dit stuk van het verhaal wel wat duidelijk hebben. Zijn er nog specifieke dingen die jullie willen zien of weten? Niet. Ik blijf wel praten. Hoor. Dit is wel interessant. Je ziet in deze server zie je een aantal interfaces aan deze kant en je ziet hier zo, dit zijn specifieke fiber channel interfaces en dit zijn specifieke ethernet interfaces. En die zie je hier ook staan. Ik gebruik mijn fiber channel niet, want ik heb geen SFP erin. Ze zijn wel enabled, maar ze zijn er niet in zitten. Bovenin zie je server en daar is up. Dat wil eigenlijk zeggen dat daar zit mijn chassis aan vast. Dus ik heb hem gedefinieerd als serverpoort. Ik heb meerdere type poorten die je kan definiëren. Even kijken. Ik kan hem als serverpoort definiëren. Dat wil zeggen dat daar zit dan een server aan. Ik kan hem als uplink. FiberChannel over Ethernet uplink. FiberChannel Ethernet storage port. Dat wil zeggen dat ik rechtstreeks mijn storage omgeving kan koppelen aan mijn Fabric Interconnect zonder dat ik daar SAN-switches bij wijze van spreken voor nodig zou hebben. Ja, of een aparte SAN-omgeving voor nodig zou hebben. Appliance port is precies hetzelfde eigenlijk. Dan koppel ik bij wijze van spreken als ik een NetApp-array zou hebben of een EMC-array, wat dan ook, kan ik die rechtstreeks aansluiten. En zoals ik al zei, alles is weer clickable en door te werken. Wij houden overigens voor bijna alles de temperatuur erbij en de power bij. Dus je kunt vanuit een UCS-omgeving kun je gewoon echt elk onderdeel wel uitlezen. Wat stroomverbruik betreft is dat ook zo. Wij houden inderdaad meer bij dan wat we in de interface laten zien, maar die is dan wel weer ontsloten via de XML-API. En zo weten we bijvoorbeeld dat een chassis heeft een maximale capaciteit van 7,5 kilowatt, maar dat gebruiken we de helft van de tijd niet. Omdat we gewoon, we zitten aan de serverkant
400 tot 600 watt. En dan kunnen we wel gewoon uitlezen hoe efficiënt die inderdaad is. En we kunnen hier wel de temperaturen uitlezen. Dat is eigenlijk voor een groot gedeelte zeg maar, hoe dit eruit ziet. Ik zou je wel aanraden, ga, als je dit wil zien en je wil inderdaad kijken hoe het eruit ziet, ga naar dat developer.cisco.com en daar staat die platform-emulator. Als je nog geen CCO-account hebt bij ons, dat is gewoon heel simpel, even aanklikken, even registreren. Als je geen e-mail wil hebben, gebruik een hotmailadres of zo. En dan kun je in ieder geval de platform-emulator downloaden. Toch nog een vraagje dan. Het is mooi dat het zo uitziet met die, al die elementen en zo voor dit tijd, tot de temperatuur en toe en zo. Maar uiteindelijk is toch het idee dat je vanuit orchestration, vanuit je CloudForms of zo, al die dingen laat ontstaan. Ja, en je kunt vanuit CloudForms in feite dit gewoon aanspreken. Dus je kunt, ik heb een van de dingen die ik bijvoorbeeld zelf heb gedaan met deze omgeving. Ik heb gewoon ervoor gezorgd dat ik, in dit geval was dat een PowerShell script. Je kunt het ook met Perl doen, we hebben Python libraries. En ik heb gewoon die omgeving eigenlijk maar 3 IP-adressen gegeven. Deze heeft een IP-adres, zijn broertje krijgt een IP-adres en samen krijgen ze een virtueel IP-adres. En vervolgens heb ik een script afgevuurd en 5 minuten later stond de hele configuratie klaar. Dus ik had alles geconfigureerd. Dus mijn pools, mijn policies, mijn templates, mijn BIOS policies, mijn firmware policies, mijn packages waren gedownload. De service profiles waren, de templates waren uitgerold. De service profiles zelf kan ik uitrollen, dat hebben we in dit geval met de hand gedaan. Maar op die manier heb ik wel in één keer die hele omgeving klaarstaan. En dat kun je vanuit CloudForms dus ook doen. En we krijgen in Icehouse, dat is een onderdeel van Ivonic, krijgen we een plugin waarbij we UCS kunnen gaan aanspreken. Is nu kun je een deployment doen op basis je kunt met Puppet en Chef en dergelijke kun je ook aan de slag om het allemaal uit te rollen. We hebben inderdaad daar de plugins van en voorbeelden van. Maar in Ivonic komt straks dus gewoon echt een plugin voor UCS te zitten. Waarbij je dus gewoon zelfs ook een bare metal server kan laten uitrollen. En dat is natuurlijk helemaal fantastisch, want wij doen precies hetzelfde met een virtuele machine als dat we met een fysieke doos doen. En je kunt definities maken, het enige wat je niet kunt veranderen is de CPU's en de memory. Maar we kunnen wel inderdaad een fysieke doos aanvragen. Nou, dat verhaal zeg maar, dat is te koppelen met. En dit is gewoon een manier om het te benaderen. Daarom zeg ik, dit is een element manager. En wij laten dit gewoon prima managen door allerlei andere systemen. Kijk, als je de opvolging zelf, de opsomming te doen, vanuit Microsoft System Center Orchestrator, via de PowerShell pack, werkt perfect. VMware Orchestrator, met VCAG, met het VC Automation Center. Van onze kant uit met UCS Director. Of met SIAC, Cisco Intelligent Automation Center. HP Openview heb ik inderdaad implementaties mee gezien. IBM Tivoli Provisioning Manager heb ik gezien. Dat zijn allemaal methodes om dit aan te sturen. En in combinatie met OpenStack, als je daar CloudForms inderdaad voor zou gebruiken, zou je CloudForms kunnen doen. Je kunt het automatisch laten deployen. Een van de dingen die we zelf doen aan de WebEx kant, we draaien inderdaad een grote omgeving met OpenStack, is dat wij eigenlijk aan de WebEx kant dat ook al hebben staan. Dus wij voegen gewoon fysieke machines toe. Die worden herkend, want ze worden gediscovered door het systeem als je ze toevoegt. Vervolgens worden ze automatisch geconfigureerd door het systeem zelf. Daar hebben we nog helemaal geen software voor nodig. Ze krijgen automatisch een service profile. Dat heb ik niet eens laten zien, maar dat kan ook nog. En omdat ze automatisch het service profile krijgen, krijgen ze ook automatisch in dat geval ook een landboot. Ze booten van een centrale deployment server, ze krijgen automatisch een image. Ze voegen zichzelf toe aan de stack. En vervolgens worden ze herkend en wordt er inderdaad via Puppet wordt er een installatie in feite afgekikt. En zo is niemand meer bij te pas. Dus vanuit een WebEx-operatie is dat heel simpel, want die mannen die kunnen gewoon zeggen, wij komen nu capaciteit tekort in ons eigen datacenter, zet er maar een paar rekken naast en bel maar als het oké is, of anders zien we ze wel. Je ziet ze gewoon in de infrastructuur opkomen. Zeker als je te maken hebt met meerdere typen stacks die eronder kunnen hangen. Als je kijkt, zeg maar, wat zijn nou de welke functionaliteiten biedt CloudForms nu eigenlijk voor de verschillende type stacks die je eronder kunt hangen, eigenlijk is dat je
een dashboard krijgt waarin, waarvanuit je toegang krijgt tot al deze resources. Dat je bepaalde governance en compliance kunt controleren, dus voldoen de resources die ik in mijn architectuur zit, voldoen die aan de compliances die ik daar bovenop heb gelegd of die ik hanteer. Ik wil een aantal processen van mijn IT orchestraten, dus ik wil bijvoorbeeld de migratie van VMware naar een KVM-omgeving wil ik orchestraten. Dus wil ik, dat proces wil ik begeleiden, wil ik een workflow aan koppelen, kun je van het cloud voor ons regelen. Je kunt je alle services die je in je infrastructuur hebt hangen, kun je zeg maar kenmerken toegeven. Dus kun je een catalog van maken. Dus je kunt al die resources, allerlei verschillende kenmerken meegeven waarop je kunt filteren, waarop je bepaalde activiteiten kunt toekennen. En nou ja, strikt monitoring en learning spreekt voor zich. Dus je kunt allerlei resources monitoren. Je kunt controleren zeg maar bepaalde virtuele machines uitvallen. Je kunt allerlei monitoring en alerting functionaliteiten hangen. Metering en chargeback, dus je wil graag over de hele omgeving heen je metering en je chargeback eigenlijk gaan regelen. Je zag in het begin zag je silometer, maar ja, silometer is specifiek voor OpenStack. Maar eigenlijk, stel dat je dus ook een VMware of Microsoft omgeving hebt, wil je eigenlijk je chargeback vanaf het bovenliggende niveau regelen en niet vanuit de afzonderlijke stacks eigenlijk. Daarnaast heb je ook nog out-of-the-box integrations, alle integratiefunctionaliteiten die eigenlijk die je kunt gebruiken om andere systemen te koppelen. Dus dit zijn eigenlijk de globaal gezien de functionaliteiten die je eigenlijk binnen CloudFronts hebt. Ik ben nu ingelogd op de omgeving. Bij ons in het datacenter van Fairbanks. En dat heb ik met een specifieke reden gedaan, omdat als ik het hier zou doen, heb ik alleen maar OpenStack. Maar juist de kracht van CloudForms is ook om verschillende type omgevingen te kunnen managen. En bij ons intern maken we gebruik van aan de ene kant zowel OpenStack als aan de andere kant VMware. En vandaar dat ik de omgeving ook voor deze demo heb gebruikt, omdat we dan ook gewoon de beide omgevingen kunnen zien dat die zowel in één, dat ze allebei in CloudFronts aanwezig zijn. In principe als je inlogt, ik ben nu als administrator ingelogd, maar je kunt binnen CloudFronts ook allerlei gebruikersprofielen aanmaken. Dus je kunt zeggen van oké, deze gebruiker mag alleen maar voor OpenStack aan het werk, of deze gebruiker mag alleen maar VMware doen, of deze gebruiker mag alleen maar monitoring doen, maar wel over alle stacks heen. Dus je kunt binnen CloudForms allerlei gebruikersprofielen aanmaken die dan een bepaalde rol hebben zeg maar, om CloudForms te gebruiken. Als je kijkt naar de uitrol van CloudForms binnen infrastructuur, is eigenlijk super gemakkelijk. Je maakt een keuze wat voor type appliance wil ik. Wil ik een CloudForms appliance voor VMware? Wil ik een CloudForms appliance voor OpenStack? Dan krijg je aangeleverd. Die start je in principe in je infrastructuur. Je moet een x aantal configuratieparameters ingeven. En op dat moment gaat hij automatisch zeg maar, de stacks die je eronder hebt hangen, gaat hij discoveren. Dus je hoeft ook geen agents zeg maar, op alle systemen te installeren. Hij gaat automatisch alle stacks die je daarin toevoegt, gaat hij onderzoeken. Dus je hoeft dat niet misschien agent in te installeren. Hij heeft ongeveer een dag nodig. Dus als je hem ongeveer een dag gaat draaien, dan heeft hij eigenlijk de hele infrastructuur discovered. En dan zal hij ook zeg maar, de dashboards zoals, die nu, zoals je die hier ziet, zullen ook gevuld zijn. Dus in eerste instantie, de appliance start hier nog in, zullen deze dashboards gewoon allemaal leeg zijn omdat hij de omgeving nog niet heeft gediscovered. Het mooie van die dashboard is dat het informatie is die eigenlijk over de stacks heen ligt. Dus het is vanuit dit view zeg maar, kijk ik zowel naar welk type OS heb ik in gebruik zeg maar, op mijn VMware omgeving, maar ook welke heb ik in mijn OpenStack omgeving draaien. Dus deze overview die kijkt dus over de stacks heen, dus die kijkt gewoon over de hele infrastructuur heen. En dat geldt eigenlijk voor al deze dashboards die je hier ziet. Nou goed, het is een echte gebruikersinterface, dus je kunt echt op inzoomen zeg maar, op de gegevens die je ziet om het gewoon nog eens een keer goed van dichtbij te bekijken.
Ja, dus met de muis gaat, als je er overheen gaat, geeft hij ook aan waarover het ook gaat. Dus alleen een witte achtergrond, dus je ziet het niet helemaal. Een laptop ziet wel, maar zie dat je het hier niet helemaal goed ziet, zie je ook waar het over gaat. Hè. Dus in principe, de dashboards die je ziet, dus ook de views, die, de blokken die afzonderlijk die hier getoond krijgt, zijn ook te customizen. Dus je kunt de views die je hier ziet, kun je ook aanpassen naar je eigen wensen, dus naar je eigen informatie die je graag zou willen zien. En dit zijn gewoon de default views die je in CloudForms hebt zitten. Dit zijn een mooie charts. Hieronder, je kunt naar beneden scrollen, heb je meer informatie, gegevens eigenlijk ter beschikking. Dus dat zijn meer de textuele gegevens die je ter beschikking hebt. Zo zie je dat je dus verschillende vlakken zeg maar, binnen CloudForms kunt gebruiken. Je kunt ze ook verplaatsen, dus je kunt zeggen van ik wil de indeling hebben. Dus je kunt, ook al is dit de default view die je ter beschikking krijgt, kun je dat ook nog configureren voor je eigen, wat je zelf het makkelijkste vindt. Hè. Je kunt daarnaast, als je op deze button klikt, zeg maar, zal hij een PDF aanmaken waarin je meer gedetailleerde informatie krijgt van de view die je daar ziet. Dus dan krijg je eigenlijk een detaillering van de view die je eigenlijk, dus dan krijg je eigenlijk zien welke informatie eigenlijk achter de view zit die je op je scherm ziet. Dus kun je op detailniveau kun je dan daarop inloggen. Dit soort rapporten zitten in principe bij alle views die je ziet, kun je deze rapportages uithalen. Dus je kunt ook heel snel eigenlijk op detailniveau inzoomen op hetgene wat je eigenlijk ziet. Reports, ik denk dat dat redelijk voor zich spreekt. Zeg maar aan de hand van reports kun je eigenlijk alle informatie die CloudForms vastlegt in je infrastructuur kun je op allerlei manieren eruit halen. Dus je kunt, er zit een aantal default rapportages in, maar het spreekt voor zich dat je binnen CloudForms ook gewoon je eigen rapportage kunt definiëren. En die functionaliteit van die rapportage is eigenlijk gewoon oneindig in die zin. Dat je alles wat je vastlegt binnen CloudForms kun je eigenlijk gewoon door middel van de rapportage redelijk makkelijk eruit halen. Je kunt de rapportage schedulen, dus als je zegt van nou, ik wil één keer in de week een bepaald rapport hebben, kun je het ook schedulen binnen CloudForms om ook die rapporten snel te krijgen. Chargeback zit er ook in, dat is deze functie. Ik heb nu geen rapporten voor chargeback erin zitten, maar daarmee kun je dus rapporten creëren voor je chargeback functionaliteit om dus ook facturen te genereren voor. Stel dat je dan de capaciteit zeg maar binnen je organisatie misschien wilt doorbelasten aan een andere afdeling, of misschien dat je zelf service provider bent die wilt naar de eindklant doorbelasten, kun je met chargeback eigenlijk de informatie eruit halen die daarvoor nodig is. Welke informatie heb je dan? Heb je dan puur over compute of ook storage en alles? Wat je wil. Dus over hoeveel CPU-capaciteit heb ik gebruikt, hoeveel memory heb ik gebruikt, of wat is de tijd dat mijn VM constant in mijn gebruik is. Ja, en alle parameters die je nou maar zou willen bedenken, die zou je, daarvan uit kunnen halen. Maar stel je dan zelf dat kostenplaatje samen, of hoe moet ik dat zien? Ik heb nu geen, volgens mij heb ik geen rapporten erin zitten in deze. Maar wat hij eigenlijk doet is, stel dat je kunt de criteria bepalen waarop basis je je chargeback wil berekenen. En die criteria eigenlijk, die kun je zeg maar met de chargeback functionaliteit genereren. Dus dat kun je dan afstemmen op basis waarvan je eigenlijk de kosten wilt doorbelasten aan de eindklanten. En dus je kunt ook zeggen van, maar jij vraagt denk ik waarschijnlijk van, dan kan ik ook een tarief aanhangen van zoveel CPU's, misschien kost dat dan per CPU €100. Of je dat drinken, dat kun je niet vastleggen, maar je kunt wel de rapportage genereren om uiteindelijk de berekening te doen voor welke waarde dan eigenlijk daaraan vast ligt. Okay. Ja. Daar, je zag ook in de vorige slide dat je dus ook integratiefunctionaliteit hebt. Dus wat je wel kunt doen is de informatie die je dan voor chargeback genereert, dat je die eigenlijk via de integratiemodule aan
een financieel pakket zou kunnen aanbieden. Dus dat het automatisch naar je financieel systeem zou worden doorgesluisterd. Ja, dus dit is eigenlijk meer wat ze normaal wel showback noemen. Laten zien wat je doet en dan heb je daarna nog verder een waarde aan. Dat zit hier aan. Ja, ja. Ik zag onder chargeback zag ik wel iets van rates staan. Ja, ja, je kunt even kijken. Dus je kunt wel een aantal rates in aangeven, zeg maar. Dus dan. Maar dat betekent eigenlijk van je kunt aan deze rates eigenlijk. Als ik die even tevoorschijn haal. Dus eigenlijk, antwoord op jouw vraag is eigenlijk ja, zeg maar, in deze. Is dat je eigenlijk dus wel, dat kun je dus hier wel duidelijk zien, dat je dus wel degelijk de tarieven, zeg maar, voor het verbruik van je resource eraan kunt hangen. Ja. Dus perfect, dus dat kan. Ja. Als je kijkt naar de clouds, zeg maar, de clouds zijn eigenlijk de cloud providers die je binnen OpenStack kunt onderbrengen. Als je kijkt naar de configuratie, die kun je eigenlijk de nieuwe cloud kun je hier aan toevoegen. En als je hier naar kijkt, zeg maar, kun je dus aangeven van oké, ik kan Amazon kan ik hier toevoegen en ik kan een OpenStack cloud hier aan toevoegen. Dus dat zijn, als je dus over clouds hebt, die voeg je hier aan toe. Op basis van de parameters die je hier ingeeft, zal hij de OpenStack Cloud die eronder hangt, zal die gaan discoveren en zal die in beeld gaan brengen. Ik ga nou niet doorvoeren, ik heb een andere cloud. Dit is de OpenStack omgeving, zeg maar, die bij ons draait. De tiles, zeg maar, die je hier ziet, die geven al een x-aantal informatie over de OpenStack omgeving die eronder hangt. Het geeft aan dat er 14 virtuele machines onder hangen. En ja, goed, het logo geeft aan van oké, het is OpenStack. En het groen vinkje geeft aan, oké, prima, er zijn geen fouten, dus de omgeving ziet er goed uit. Hè. Ik kan in principe doorzoomen op de omgeving. Dan krijg je dus eigenlijk in eerste instantie een overview van onze OpenStack omgeving. Dat zie je in dit overzicht. En je ziet hier ook een aantal getallen, zeg maar, die ook weer clickable zijn, zodat je dus door kunt zoomen op de omgeving. Klik op instances en ik zoom eigenlijk door naar de virtuele machines die eigenlijk binnen onze omgeving draaien. Ook de virtuele machines op zichzelf, die worden ook weer gerepresenteerd in een tile. Dus je geeft aan, zeg maar, van oké, welk OS is het en zeg maar, in welke cloud infrastructuur draait het eigenlijk. En van daaruit kan ik weer een niveau dieper gaan. Waarin ik eigenlijk de informatie krijg, zeg maar, van de specifieke virtuele machine. Dus je ziet het, je kunt eigenlijk vanuit de bovenste laag kun je eigenlijk helemaal doorzoomen naar de informatie per virtuele machine die binnen die cloud omgeving draait. Ga ik even één niveau terug. Nou, dit is dan, als ik kijk in de cloud omgeving, dat zijn in principe de virtuele machines die binnen OpenStack draaien. Dat zie ik aan deze. Maar zoals ik al zei, ik gaf ook aan van oké, we hebben ook nog een VMware omgeving waar ook nog virtuele machines draaien. Dat zie je hier binnen. Dan ga ik naar infrastructuur. Als ik naar infrastructuur ga, dan ga ik eigenlijk in principe naar de VMware en naar de Microsoft-achtige cloud-omgevingen. Dus dat zijn, die vallen onder infrastructuur. En je ziet dat hier VMware is, hier Google. Kan ik van daaruit ook weer doorzoomen. Ik zie dat ik hier 84 VM's heb. Ik heb 4 fysieke hosts draaien. Als ik daarop doorzoom, krijg ik een beeld, zeg maar, van welke fysieke nodes eronder zitten. En goed, dus ik begrijp als ik ga doorzoomen met deze, dat ik dan weer meer detailinformatie krijg van de specifieke
fysieke machine die dat die daar onhangt. Je ziet dat het een HP server is. Dus je ziet het vanuit bovenste laag kun je zeg maar volledig door door de infrastructuur heen klikken eigenlijk. Je kunt ook vanuit, ik ben vanuit de infrastructuur van dat bovenliggende laag ben ik doorgezoomd. Maar je kunt ook direct via deze knoppen, kun je dus ook rechtstreeks, als ik nu naar alle virtuele machines wil gaan die dan binnen de infrastructuur draaien, dan kan ik op dit niveau klikken en dan krijg ik in principe alle virtuele machines te zien die daaronder weer zitten. Dus je kunt vanuit verschillende richtingen kun je eigenlijk... kun je eigenlijk richting de virtuele machine gaan die je dan eventueel zou willen bekijken. Je ziet dat de indeling van VMware dat hij dat gewoon één op één overneemt. Dus wij hebben dan ook virtueel, misschien om de verwarring te voorkomen, we hebben ook virtueel een OpenStack-omgeving een keer ingericht op basis van VMware. Dus niet dat je denkt, hoe zit dat nou, maar dat is een zone zeg maar binnen VMware waarop we ooit een keer OpenStack hebben gedraaid. Dus daarom staat hij daarbij, maar dat is niet de OpenStack omgeving die ik toen straks zag. Ook hier kan ik weer doorzoomen op de specifieke machine. Met alle gegevens die erbij zitten, kan doorzoomen op de gebruikers. En je ziet zeg maar, je kunt elke keer gewoon weer een niveau dieper en dat er een enorme set aan data eigenlijk wordt bij elkaar verzameld zeg maar voor elke virtuele machine die je dan in je omgeving hebt draaien. En wat is er nodig om alle informatie te kunnen verzamelen? Is het gewoon het netwerk volledig open of waar steek je in? Want het heeft geen agent. Het heeft geen agent voor VMware. En wat hij eigenlijk doet, je moet natuurlijk het admin-wachtwoord hebben om gewoon toegang te krijgen tot de VMware-omgeving. Wat hij eigenlijk doet, hij discovert eigenlijk de virtuele disks. En daar haalt hij eigenlijk zijn informatie vandaan. Dus hij gaat niet zeg maar in de configuratie van VMware kijken. Hij kijkt naar de virtuele disk van de virtuele machines en daar haalt hij alle informatie vandaan eigenlijk voor de virtuele machines dan in dit geval. En daar haalt hij eigenlijk zijn informatie vandaan. De CloudForms genereert zelfs meer informatie als wat je eventueel standaard binnen VMware zou gebruiken. Dus hij haalt ook gewoon echt gigantisch veel informatie bij elkaar. Je kunt natuurlijk VM's provisionen, dat spreekt voor zich. Dus je kunt die van hieruit VM's toevoegen. En dan kun je vanuit in dit geval ga ik van een VM provisionen voor VMware. Maar je kunt het natuurlijk ook doen aan de kant van OpenStack eigenlijk. Alle data resources zijn ook beschikbaar, dus dat is je historische omgeving die we gebruiken voor onze omgeving. Waarin je ook gelijk in één oogopslag kunt zien eigenlijk van oké, wat is nou eigenlijk het gebruik en verbruik van de specifieke systemen. Dus het geeft ook redelijk snel inzicht in eigenlijk in hoe de omgeving eigenlijk eruit ziet. Wat je kunt doen voor de omgeving is, om een voorbeeld te geven, je kunt right-sizing doen, dat is de recommendations, wat doet het? Die gaat eigenlijk zeg maar controleren of mijn virtuele machine die ik eigenlijk heb draaien, of die eigenlijk voldoet aan de criteria zoals ik het graag zou willen. Dus gebruik je niet te veel CPU power, gebruik je te weinig, heeft hij genoeg of die heeft te weinig geheugen. Je
Dus je kunt in principe over alle virtuele machines heen kun je dat laten controleren. En dan geeft het ook een voorstel om dan aan te geven, oké, deze machine kun je misschien downsizen, deze machine kun je groter maken. Dus, op dat, dus je kunt zeg maar, daarmee ook zeg maar, gewoon controle houden op de resources die eigenlijk binnen je infrastructuur gebruikt worden. Dus dat kun je daarmee doen. Kan je dat doen ook? Zeg je? Kan je dat doen? Ja. Hij geeft hier, je hebt drie parameters eigenlijk waar hij naar kijkt, zeg maar. Dus op basis daarvan geeft hij hier aan, zeg maar, wat jouw besparing of wat jouw overige capaciteiten verbruiken, zeg maar, ten opzichte van het profiel wat je eigenlijk toepast. Ik heb er al drie, dus daaraan die drie refereer ik. En als je hier kijkt, zeg maar, bij de bovenste, zou ik, als ik mijn memory zou resize naar het profiel waar ik hier naar kijk, zou ik een besparing kunnen bereiken van 43% op het memory. Maar dat is afhankelijk van de keuze die je dan eigenlijk gaat maken van oké, waar, hè, maar wat ga ik dan gebruiken. Ik dus voor normal, dit is high, zeg maar, dus dat is elk type profiel, zeg maar, ga ik naar kijken wat mijn besparingen zou kunnen zijn. Ik doe dat nu voor één virtuele machine, maar dat zou je in principe ook over alle virtuele machines heen kunnen leggen. Met policies kun je eigenlijk maar tags toevoegen aan de virtuele machines, dus die kun je eigenlijk hier aan toekennen. Waarmee je zeg maar alle virtuele machines of alle resources die binnen jouw omgeving gebruikt worden kunt identificeren. En op basis daarvan kun je ook allerlei policies afdwingen zeg maar, die je dan voor die virtuele machines zou willen gebruiken. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van deze virtuele machines zijn voor klanten die een serviceprofiel goud hebben, brons of zilver. Nou, als ze goud zijn, dan mag het geheugen maximaal 4 gigabyte zijn. Is het brons, mag maximaal 2 gigabit zijn. Dus op basis van die policies kun je eigenlijk afdwingen hoe groot of hoe klein de virtuele machine mag zijn. En die tag, zeg maar, die kun je dan gebruiken om dan te markeren. Maar deze machine is voor een service van brons, die andere is voor zilver. Dus op die manier kun je ook allerlei resources eigenlijk een kenmerk geven. Maar goed, deze functionaliteit, dat zijn natuurlijk functionaliteiten die op zich ook binnen een VMware-omgeving natuurlijk niet onbekend zijn. Maar het gaat er eigenlijk om dat je die functionaliteiten op een bovenliggend niveau hebt. Dus dat je die niet binnen VMware moet gebruiken, maar dat het op een hoger niveau ligt. En dat je die functionaliteit zowel in dit geval voor de VMware-omgeving hebt, maar dat je die ook voor de cloud-omgeving hebt die je daar onder beheert. Dus je kunt het vanuit één laag zou je kunnen managen eigenlijk. Maar goed, je hebt ook een monitoring, dus je kunt kijken naar de utilization van virtuele machines. Dus die geeft gewoon een duidelijke rapportage aan zeg maar, van de machine die waar ik nou op geklikt heb. En dat kun je natuurlijk, dat geldt natuurlijk in principe voor elke machine die daaronder hangt. Voor al die gegevens die je eigenlijk ziet, hebben we eigenlijk niks specifiek over te configureren. Dus CloudForms verzamelt die gegevens allemaal vanuit zichzelf. Dus we moeten niet allerlei parameters zetten zodat al deze utilization informatie eigenlijk wordt gegenereerd. Het is, je installeert de appliance, je geeft de juiste parameters en in principe alle informatie wordt verzameld. Dus je kunt ook heel snel toepassen. Een vraagje daarover. Volgt hij ook wijzigingen die zijn maar buiten CloudForms om worden gemaakt? Dus dat wat iemand met de hand een VM aanmaakt, ja. Detecteert hij dat? Ja, dan? Omdat hij heeft een soort gescheduled mechanisme in, die eigenlijk om de zoveel tijd zeg maar, de omgeving gaat discoveren en dan kun je dan zelf instellen zeg maar, om de hoeveel tijd hij dat zou moeten doen. Je kunt het ook handmatig doen om,
om het handmatig te doen, maar in principe kan het gewoon ook. Ik denk dat zijn er wel. Ja, ja, zeker. Automate is eigenlijk hetgene waarin je allerlei processen geautomatiseerd kunt laten plaatsvinden. Dus deployment processen, zeg maar. Ik heb nu geen deployment proces geconfigureerd, maar de automation gebruik je voornamelijk, zeg maar, om bepaalde processen, zeg maar, binnen de infrastructuur te configureren. Dat doe je eigenlijk door middel van het automation deel van CloudForms, waarin je ook automatische e-mails kunt laten genereren als bepaalde activiteiten zijn verbracht. Automation zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je één keer in een bepaalde periode alle virtuele machines nakijkt en dat je van die virtuele machines zegt van oké, deze worden groter of kleiner gemaakt, of dat je dus regelmatig op bepaalde processen gaat starten, zeg maar, die dan ook bepaalde controles over je omgeving gaan doen. Daarnaast kan automation ook gebruikt worden om bepaalde scripts te configureren. Achter automation zit een hele uitgebreide scripting tool, waarbij je kunt zeggen eigenlijk van oké, ik wil nu eigenlijk een webservice omgeving deployen. Dat kun je eigenlijk met automation zou je dat kunnen configureren, zodat je dan automatisch bijvoorbeeld een webservice of een aantal webservices op basis van Drupal, zeg maar, volledig zou kunnen uitrollen. Daar gebruik je eigenlijk automation voor. Ja, optimize heb ik net al aangegeven. Dat is eigenlijk bedoeld om bepaalde processen te kunnen starten, zeg maar, waarin je de omgeving gaat optimaliseren. Dat gebruik je eigenlijk met optimize. En ja, de planning, zeg maar. Dat is om zeg maar, deze optimalisatieslagen te kunnen plannen. En bottlenecks, dat is eigenlijk bedoeld om bepaalde bottlenecks die in je omgeving ontstaan, om die eigenlijk te kunnen detecteren. Het belangrijkste deel zit eigenlijk in het voornamelijke deel, wat gewoon ook gewoon goed te demonstreren is, eigenlijk zit in je infrastructuur. Dus dat je daarin eigenlijk controle hebt, zeg maar, over de stacks die eigenlijk eronder liggen. Dus dat je vanaf één laag eigenlijk al die stacks kunt beheren. Vragen zover? Of, ik zie ook het tapje repository, dat staat daar. Deze wil je? Ja. De repository, dat is het is leeg, hè, zoals je ziet. Wat je kunt doen is een repository aanmaken. En binnen die repository, zeg maar, kun je dan zeggen van oké, alle virtuele machines of alle resources die aan een bepaald kenmerk voldoen, zeg maar, die vallen onder deze repository. Dus dan kun je, zeg maar, los van, hè, van virtuele machines, dus zou je ook als repository kunnen zien, zou je ander type repositories kunnen aanmaken. Dus ik noem eens wat grote virtuele machines, geef maar aan, die groter zijn als 4 gigabyte bij wijze van spreken, zou je repositories voor kunnen aanmaken. En daar kun je dan, hè, aan de hand van de tekst die je aan een virtuele machine meegeeft, zou je die kunnen onder een bepaalde repository kunnen laten vallen. Dus dat, hè, dus buiten de standaard indeling van je virtuele machines, zou je dat daarmee kunnen uitbreiden. Dynamische queries of zo. Ja, ja. Dus dat je dat kunt. Ja. Ik heb twee vragen. Zit er ook wel alerting in? Ja, dus vraag 1. Ja. En vraag 2 is: als mensen machines aanvragen, dat die dat automatisch tot stand brengt. Dus het, er zit een self-service. Ja, self-service, ja. Ja, je kunt het twee manieren doen. Je kunt, zeg maar, de aanvragen van om een virtuele machine te starten, die kun je, zeg maar, gewoon direct laten gaan. Hè. Dus iemand start een virtuele machine en die gaat automatisch worden gestart. Maar je kunt ook daar een workflow achter hangen. Dus dat de virtuele machine wordt aangevraagd. Dus ik vraag hem aan en ik geef aan van oké, deze virtuele machine
wil ik starten met een x aantal parameters. En dat een andere persoon eigenlijk dan moet aangeven, oké, dit is akkoord en ik ga, deze is akkoord en hij mag gestart worden, zeg maar. Ja, nee, dus iemand vanuit de business, hè, dus niet IT, zegt ik wil deze configuratie hebben, die machine, de aanvraag komt bij IT terecht. Ja. Dat dan iemand akkoord geeft en dan dat het proces is en de billing en de facturatie hier ook meteen gaat nemen. Ja, dat kan zeg maar dan dat zou je ook wel een stukje van Automate zeg maar, zou je dan mee moeten nemen om dat proces te automatiseren. Maar je zou het wel gewoon binnen CloudForms kunnen organiseren, ja dat kan. Is dat ook deze interface of zit dat dan op de publieke kant aan? Of doe je dat met die roller? Dat doe je dan met de roller, zeg maar op zich de interface van CloudForms, dit is de interface waar je dan mee werkt. Alleen op basis van de rollen die je dan eigenlijk toekent binnen CloudForms, krijg je dan bepaalde functionaliteiten wel of niet te zien. Oké, gezien de tijd wil ik het eigenlijk hierbij laten. Ik wil al aangeven dat we... Dus zullen we ook binnenkort in de meetup groep zullen die publiceren dat we binnenkort een specifieke setting doen voor CloudForms specifiek. Dus, dus dat we daar zeg maar specifiek zeg maar, voor het CloudForms onderdeel nog verder op ingaan. En dat we er nog verder in detail zeg maar, daarmee aan de slag gaan. Dus die staat gepland volgens mij voor 17 april. De locatie is niet helemaal bekend. Ook. Zeg maar. Gouda. Gouda, hoor net. XTG. Ja. Dus daar zullen we dan nog een sessie gaan organiseren die nog verder en nog dieper ingaat op CloudForms en alle functionaliteit die erin zit. Dus daar hebben wij nog een aparte sessie voor ingepland. Omdat eigenlijk op zich voor CloudForms op zichzelf zeg maar, zou ik nog, dus nog veel meer over te vertellen natuurlijk. Gaat het over CloudForms op zich of CloudForms speciaal, zoals vandaag in relatie tot OpenStack? Het gaat in combinatie van OpenStack, maar het zal ook verder gaan, zeg maar, omdat natuurlijk als je de F-stack binnen een bepaalde infrastructuur gaat gebruiken, krijg je ook te maken met stacks die er al zijn eigenlijk. Dus aan de ene kant gaan we in op CloudForms in relatie tot de F-stack, maar daarnaast gaan we ook in op CloudForms in relatie tot een ander type stack wat er onderaan zit. Alright, hartstikke goed. Goed, Erik, dankjewel. Ivo, die is er niet. Althans, niet hier. Het is 10:10. Lange dag geweest. Ik hoop dat de informatie die u gekregen heeft naar behoren is geweest. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken voor de aanwezigheid. Uiteraard, Erik, jij bedankt en Ivo.